we gaan het hebben over wetgeving. En dan denk je bij wetgeving misschien van, moet dat nou, het is lekker weer buiten. Moeten we dan anderhalf uur, twee uur lang over wetgeving gaan praten? Dat niet. We gaan het wat korter houden vandaag. We hebben wel een bomvol programma met heel veel mooie mensen die zich hard maken voor een duurzamere kledingindustrie. Ik ben Heiko Huvenaars. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik zie veel bekende gezichten. Dat is altijd goed om te zien natuurlijk. Maar ik ben dus initiatiefnemer van TechTalk. Daar zijn we ongeveer anderhalf jaar geleden mee begonnen. Met het idee om te gaan praten over duurzame kleding en circulair textiel. En waarom was dat initiatief nodig, vonden wij? Omdat wij als textielstad heel veel vlotte, jonge, leuke, enthousiaste mensen hebben die van alles doen in die duurzaamheid. En om die nou een podium te geven, dat was voor ons in ieder geval een reden om dit te gaan starten. Bij elke TechTalk hebben we dus een thema. Dat gaat vandaag dus over Sustainable Societies en de wetgeving daarvoor. En we hebben twee experts die we altijd uitnodigen. We zullen ongeveer een uurtje hier samen zijn. Eerste deel gaan we luisteren naar twee experts. Tweede deel zullen we in gesprek gaan met zes panelleden om te kijken van hoe kunnen we nou gezamenlijk tot een succesvolle invoering van die wetgeving komen. Hoe kunnen we als textielstad hier in Tilburg daar een voorloper in worden. Voor de mensen die bij de show zijn geweest ooit, die zullen deze foto's wel herkennen. Dit was de allereerste TechTalk. Dit is samen met Tamar Keuning en Kelly van der Bos. Tamar Keuning kun je misschien kennen van het Leger des Heils, Research Store. De Research Store was voor mij een van de eerste plekken waar ik in aanraking kwam met tweedehands kleding. En daar zie je toch ook dat steeds populairder wordt. En ik denk dat Research Store een van de eerste was die daar echt een winkel omheen heeft gebouwd. En nu is het natuurlijk bijna standaard. Kelly van der Bos is een Tilburgse jonge dame die de Bovenste Plank heeft opgericht. Wat is de Bovenste Plank? Dat is eigenlijk een concept waarbij je als consument je kunt aanmelden en je eigen kleding kunt doorverkopen. Dus dat zijn van die evenementen waar je overal kledingrekken ziet staan. En dan bij elk rek staat de voormalige eigenaar van die tweedehands kleding. Nou, hier hebben we het dus gehad over de afvalberg. Dat was voor ons echt een logische start. Dat spreekt voor de verbeelding. Daarna zijn we gaan kijken naar hoe zit het nou eigenlijk als het gaat om consumptiegedrag. Want die afvalberg die komt natuurlijk niet zomaar tot stand. Zijn we in gesprek gegaan met Niels van de Ven en Jordi Kouwmans. Nou, Niels van de Ven is een gedragswetenschapper aan de Tilburg University. En die heeft vanuit de psychologiehoek nu een functie binnen de marketingafdeling. Dus hij wist ons precies uit te leggen hoe dan bijvoorbeeld het verschil maakte of jij in jouw winkelwagentje naast de prijs of zover mogelijk weg van de prijs een kruisje zou zetten om het te cancelen. Nou, hoe dichterbij, hoe meer mensen dus hun winkelmandje leegmaken. En dat zijn allemaal van die foefjes die we daarin hebben we besproken. Dus dat was de tweede editie. Nou, hier zien we bekende gezichten. De editie Antidotes for Overconsumption. Dus daar zijn we gaan nadenken van, hoe kunnen we nou leuker maken, beter maken. Dan zijn we in gesprek gegaan met Timmy en Monique, die er vandaag ook bij zijn. En die nog meer zullen vertellen over wat ze doen. Dan was dit Designing for Circularity. Dat was met Xander Slager en Bianca Streng. En hierbij hebben we het dus gehad over van, je kunt wel oplossingen verzinnen voor duurzame consumptie. Maar de kern ligt toch ook wel bij design. Als je kijkt hoeveel impact je kunt voorkomen door een product zo te ontwerpen dat het geen afval kan worden, dan doe je het in onze ogen heel erg goed. Tot slot, de editie van drie weken terug. Toen hebben we het iets breder gepakt. Dus toen zijn we gaan kijken naar de geschiedenis van de katoenindustrie. En dus ook alle moeilijke onderwerpen zoals kolonisatie, imperialisme, slavernijverleden. Zijn erin voorbij gekomen. En we zijn vooral gaan kijken naar dus die diversiteit. Duizenden jaren aan ambacht, culturen. En eigenlijk de wereldeconomie is in die zin één grote mengelmoes van diverse mensen, culturen en ambachten. En dat heeft allemaal bijgedragen aan het succes van de industriële revolutie. En nu is het dus ook gewoon zo dat daardoor eigenlijk de wereldeconomie zoals we hem nu kennen, die is daar ooit ontstaan. We hebben hier vooral gekeken met Jantine en Eben, hoe kunnen we die diversiteit en die geschiedenis juist meer gaan gebruiken als inspiratiebron. Dus een van de dingen die hierin voorbij kwam was connected diversity. Dat is een term die mij heel erg is blijven hangen. Omdat de connected diversity eigenlijk vraagt om een waardering van al die verbindingen door de geschiedenis heen met al die verschillende mensen en al die verschillende disciplines. Waardoor dus bijvoorbeeld dit soort producten uiteindelijk tot stand zijn gekomen. En
daar kunnen we nog steeds vandaag de dag veel van leren. Nou, hier zien we nog wat mensen in de zaal bij de theatershow. Ik zie hier ook Joris als trouwe fan zitten. Dus dat is wat we normaal doen. Nou, vandaag hebben we dus een special, omdat het belangrijk is om in gesprek te gaan. Waarom is het belangrijk om in gesprek te gaan? Er staat van alles te wachten als je kijkt op Europees en Nederlands niveau qua wetgeving. Wetgeving speelt een cruciale rol in het verduurzamen van die industrie. Alleen wetgeving is iets wat toch ook best wel abstract is. En iets wat niet iedereen zomaar in zijn vrije tijd zal gaan bestuderen. En daarom is het denk ik belangrijk dat we vandaag daar verder over in gesprek zullen gaan. Dat doen we natuurlijk niet zomaar. Het verduurzamen van de kledingindustrie is eigenlijk cruciaal. Omdat je ziet dat het een systeem is wat echt tegen de grens aanloopt en daar ver overheen is geschoten. Dit is inmiddels 10 jaar geleden, ongetwijfeld dat jullie het zullen kennen, de ramp in Bangladesh, in Dhaka, waarbij duizenden fabriekswerkers zijn verongelukt, overleden. Nou, hoe komt dat dan eigenlijk? Hè? Een snelle spoedcursus voor de mensen die misschien niet zo op de hoogte zijn van wat er eigenlijk gaande is in die industrie. Tussen het jaar 2000 en 2015 zien we dat we dubbel zoveel zijn gaan consumeren. Die trend is overigens doorgezet, daar zullen we zo nog even naar kijken. Maar wat ook heel typisch is, is dat we het gebruik van kleding dus ook veel minder lang met onze kleding gaan doen. 40% minder dan in 2000. Ik zei al, dat was de 2015. Je zou kunnen zeggen van, is het dan beter? Waarschijnlijk niet, want Shein is een gigant nu die inmiddels groter is dan Zara en H&M samen. En die hebben vorig jaar een beurswaarde aangetikt van 100 biljoen, miljard. In ieder geval gigantisch. Nou, dan krijg je dit soort dingen op de socials. Het is natuurlijk hip om als tiener, jongvolwassene met je identiteit bezig te zijn, er vlot uit te zien. Alleen dit schiet zijn doel een beetje voorbij. Want dit zijn echt van die video's die miljoenen views krijgen op TikTok, onder andere. Waarbij mensen dus gewoon heel veel spullen kopen, dat even passen en dan gaan laten zien van ik heb 100 euro besteed op Shein en daar heb ik 50 outfits van. En die gaan vervolgens na de video echt niet allemaal de kledingkast in, die gaan ook gewoon op de afvalberg terechtkomen. Er zijn natuurlijk ook wel nuances aan te brengen in dit verhaal, hè, want Shein en de influencercultuur, enerzijds is dat super schadelijk, maar anderzijds zie je nu dus ook een generatie influencers opstaan die juist zeggen van, hey, we zijn anti-influencers, dus als wij producten gesponsord krijgen, dan zeggen we van, je kunt veel beter een ander product kopen wat goedkoper, duurzamer is. Je ziet ook wel een tegenbeweging ontstaan daar. Nou, om nog even wat praktischer te maken. In Nederland consumeren we zo'n 40 kledingstukken per jaar. Het komt uit op 300 miljoen kilo en dat zijn ongeveer 1 miljard kledingstukken die wij als landje consumeren. Dat is gigantisch. Deze beelden die zullen jullie ongetwijfeld ook hebben gezien, waarbij de afvalbergen uiteindelijk in de Global South vooral terecht gaan komen. Dus je ziet, als hier kleding wordt ingezameld, en daar weten Timmy en Tama even dat van alles over verteld in de show, heel snel wat gebeurt er. Er wordt gesorteerd, wordt gekeken wat kan opnieuw verkocht worden, wat kunnen we recyclen, dan wordt het geëxporteerd vaak naar Oost-Europa, doen ze hetzelfde. Dan gebeurt het nog een keer en dan wordt het vervolgens geëxporteerd buiten Europa. En dan is het eigenlijk gewoon een soort van gok. Je koopt een groot pakket met kleding in. Daar kun je nog 40% van verkopen. Bijvoorbeeld in landen als Ghana gebeurt dat heel veel. En de rest eindigt daar echt op de afvalberg. Omdat daar gewoon ook geen infrastructuur is. Dus infrastructuur is misschien ook interessant om het vandaag eens over te hebben. Nou, gelukkig is er ook een hoop weerstand. En dit zet dus ook de sociale en politieke druk op die industrie om te verduurzamen. Dat zien we steeds meer. En ik denk dat we vandaag ook wel gaan leren dat er daadwerkelijk wel echt een hoopvolle ontwikkeling is op politiek gebied. En dat brengt me dus weer terug bij het thema. Zoals bij elke Tech Talk, ook al is het een special op locatie, hebben we het genoegen om naar experts te luisteren. Nicky de Schrijver, oprichter van Kors, die zit al aan tafel. Jochem Ott, ik zou willen vragen om erbij komen te zitten. Directeur van het Textielmuseum. Ja, ga lekker zitten. Ik voelde mij al zo in. Ja. Applaus zeker. Gezellige setting zo aan de kruk. Misschien leuk om mee te beginnen. Wat is, Jochem, wat is duurzaamheid voor jou? De breedste zin des woords. Goh.
Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Nou, in de breedte nadenken over hoe je de wereld beter inricht. Voor een langere periode. Daar gaat het volgens mij over. En als je kijkt naar jouw kleding die je draagt, die je koopt, maak je daar ook bepaalde keuzes in? Ik doe dat steeds bewuster inderdaad, ja. Ja. En dan nog weet je niet zeker, we hadden het er volgens mij net samen over, of ik had het met Joris of weet ik niet meer. Maar deze schoentjes bijvoorbeeld, die zijn van Kemper. En die zeggen, ik vind sowieso mooie schoenen, dus daar begint het al mee. Maar je zoekt al op tegenwoordig, wat doet zo'n fabrikant nou eigenlijk? En die lopen te koop met dat je die schoenen, die kun je terugbrengen als je nieuwe schoenen koopt bij Kemper. En dan krijg je 25% korting en zij zeggen dat ze dat dan hergebruiken. De vraag is dat zo? En in hoeverre? En hoe duurzaam is dat hergebruik dan? He, dus het is ook een beetje zoeken naar hoe kloppend zijn de verhalen en waar is het duurzaam en waar begint greenwashing? He? Ja, zeker. Ook deze sokken zijn trouwens van het textielmuseum, dus duurzamer kun je ze niet krijgen. Ja, precies, die zijn op kilometer afstand geproduceerd. Heel goed. Ja, dat maken jullie inderdaad zelf. Zullen we daar ook nog even wat meer over gaan hebben? Nicky, ik ken jou als een van de meest bevlogen onderneemsters in duurzame kledingland. Dus ik verwacht dat je hier wel antwoord op zult hebben als ik die vraag ook aan jou stel. Wat betekent duurzaamheid voor jou? Heel belangrijk, ik zit hier om rond policies te spreken, maar ik ben absoluut geen lawyer. Hè. Ik ben dus echt een ras-echte onderneemster die eigenlijk met zoveel mogelijk logica naar het probleem probeert te kijken en dan eigenlijk het met logica probeert op te lossen. En om dan bij de vraag te komen, heel vaak wordt duurzaamheid de dag van vandaag gewoon gezien als er moet een LCA-score, een lifecycle-analyse gebeuren en dan moet er gekeken worden wat de CO2 en de waterbesparing is van één bepaald kledingstuk. Maar er zijn zoveel facetten aan duurzaamheid die volledig vergeten worden. Wat is de impact voor wie het maakt? Wat is de impact voor de lokale communities van het geld dat terugvloeit door het product te gaan maken? Wat is de impact op die gezinnen? Wat is de impact op craftsmanship, op cultural heritage, life houden? Wat is de impact voor de persoon die het draagt als je... hoe je het gaat wassen, hoe het gaat afdanken nadien en dan eventueel ook wat is de impact van dat kledingstuk als het op landfill belandt. En het gaat zoveel verder dan de huidige wetgeving nu aan het op product environmental footprint aan het vastpinnen is, waarbij dat ze eigenlijk gaan kijken naar de maakfase en dat heel vaak nog gebaseerd is op foutieve databases die eigenlijk niet onderbouwd zijn. Die eigenlijk enkel puur een fiber gaan volgen van het ontspruiten van de grondstof tot een ongekleurd garen. En daarop baseert heel de sector nu wat duurzaam is, terwijl dat eigenlijk een veel groter en veel moeilijker verhaal is. Ja, dus wat ik hoor in je verhaal is, de rol van data is daarin belangrijk. Wetgeving moet zorgen dat dat in een kader gebeurt waarin iedereen dezelfde methodiek gaat gebruiken. En het is dus ook ontzettend complex om de impact en de duurzaamheid van een product te kunnen bepalen. Ja, ik denk ook, ze zijn dat kader aan het bepalen, maar er werken zodanig veel lobbygroepen op dat het een beetje distort. Dus. Ja. Ja, nou, dit is in ieder geval al een best wel uitgebreide introductie van het interview wat we zullen gaan doen. Nicky, als je mensen zou moeten uitleggen wat COSH is, die er nog nooit van hebben gehoord, wat zou je dan zeggen? 2-minute pitch. De modesector is een van de meest vervuilende sectoren en bijna 70% van de consumenten beweert dat zij duurzamere shoppingkeuzes willen gaan maken, volgens studies van McKinsey. Maar de helft van die consumenten zegt dat ze het eigenlijk te moeilijk vinden om het kaf van het koren te gaan scheiden. En tegelijkertijd is het voor lokale circulair ondernemers ontzettend moeilijk om zichtbaar te gaan worden tussen al de greenwashing claims van de hele grote multinationals eigenlijk. En wat wij met COSH doen is enerzijds, wij maken duurzaam shoppen zo makkelijk mogelijk voor de consument. Ten tweede bieden wij visibiliteit aan de lokale zelfstandige ondernemers die circulairder en socialer werken. En ten derde bieden wij eigenlijk actionable insights aan steden en gemeenten in de vorm van dashboards, waarbij dat we eigenlijk heel het retail landschap in de stad kunnen gaan monitoren. Dus het zijn eigenlijk drie verschillende dingen. Hè? Dus voor de consument maak je het dan makkelijk om de duurzame keuze te maken in de winkel.
Je geeft de winkelier dus inzicht ook in de duurzaamheid van de producten die zij verkopen. En het is dus ook informatie voor gemeenten, bijvoorbeeld de gemeente Tilburg, om te gaan kijken van hoe doet onze retail sector het. Inderdaad. Ja, dat klinkt goed. En je gaf het net al aan, en ik denk dat we dat ook al wel een beetje hebben door horen schemeren. Als onderneemster, wat was voor jou het moment dat je dacht, ik moet hier iets mee gaan doen? Eigenlijk al in 2010 ben ik gestart met sustainability. Ik werkte in de luxe fashion sector voor Antwerps ontwerper Bruno Pieters. Ik deed daar de productie en supply chain. En wij plaatsten toen al producties in Marokko, maar op een heel humane wijze. Was iets wat intrinsiek van mij kwam. Wij gingen echt de stickers ook gaan afzetten in hun woonst. En wij zagen het eerste jaar dat we ze gingen gaan afzetten na de werkdag dat zij eigenlijk nog in halfplatenwoningen woonden. En na één jaar zag je dat die naar een huurhuis overgingen en dan later konden die appartementen kopen. Dus het is iets wat er bij mij intrinsiek leefde. Maar in 2010 ben ik dan echt heel grondig onderzoek beginnen gaan doen van oké, al die certificaten, wat betekenen die nou allemaal? En anderzijds ook de certificaten, maar ook alle materialen, wat zit er achter al die materialen en dergelijke. En dan ben ik daar eigenlijk mijn startpunt. Dat was mijn persoonlijk startpunt rond sustainability en de sector transparant gaan maken. Maar dan 8 jaar e-commerce en online marketing gedaan en dan op een bepaald moment, iedereen heeft wel zo, in mijn geval een vroege midlife crisis dan misschien, waarvan dat je dacht, wat ga ik nu met mijn tijd gaan doen en wat kan ik met mijn skills en kennis gaan bijdragen aan een betere wereld. En zo is eigenlijk het idee voor COSH ontstaan, waarbij dat we enerzijds de pilaar en de kennis van de supply chain en anderzijds e-commerce en online marketing gaan combineren. Ja. En hoe lang bestaat COSH nu? 3 jaar en 9 maanden. 3 jaar en 9 maanden, ja. Alsof het een kind is. Ja. Of is, ja. Ja. Maar het is ook echt zo. BTW-nummer is opgestart 5 jaar geleden. Dus we doen allemaal welkom 23 juni in Antwerpen. Gaan we een groot 5-year launch party doen en het nieuw platform voorstellen. Ja, nou, dat klinkt heel spannend en leuk allemaal om dat te gaan vieren. Jochem, textiel. Ja, dat is jou niet onbekend natuurlijk. Nee. Wat was voor jou het moment dat je daarmee aan de slag wilde gaan? Hoe kwam het op je pad? Met textiel? Ik kom sowieso uit een textielfamilie. Dus dan krijg je het al in het DNA mee. Dus mijn overgrootvader zat al in de textielindustrie. En dat werd een textielhandel en een modehuis en zo. Dus dat zat er altijd wel in. Maar ik heb zelf gestudeerd aan Design Academy Eindhoven. Toen nog de Academie voor Industriële Vormgeving Eindhoven. En daar had ik natuurlijk ook onderwijs in textiel. Dus ik ben ook gedeeltelijk opgeleid als textielontwerper. Ja. Dus ook vanuit de opleiding. En ja, dus ook de ouders, de voorouders. Komt het van weg, ja. Nou, ik heb dat zelf helemaal niet. Maar ik vind het wel mooi om te horen als mensen echt uit zo'n textielfamilie komen ook. En daar dan ook in... Dat is iets wat de meeste mensen over mij ook niet weten. Maar mijn vader had een konijnleerlooierij. En mijn moeder had een breiwolwinkel en een breifabriek. Ja. Dus, Ja. De appel valt niet ver van de boom. Maar het is natuurlijk wel het tegenovergestelde vergeleken met zo'n leerlooierij, wat je dan nu gaat doen. Daar zullen we misschien ook meer over gaan hebben. Hey, tof. Hier had ik een filmpje. Wat het helaas niet doet, zo te zien. Daarom wilde ik laten zien hoe de website er ongeveer uitziet. Hè? Dus we hebben het er al over gehad van, voor de consument is het dus een tool om te weten waar je duurzaam kunt shoppen. Voor de gemeente is het dus een dashboard hoe je meer inzicht krijgt en nog wat andere dingen. Stel, ik ben een consument en ik weet niks van duurzame kleding. Waar moet ik beginnen? Heel makkelijk, je surft naar kosh.eco. I told you it was easy. Dan heb je 3 keuzes. Ofwel ga je eerst zoeken naar welke stad dat je wil gaan shoppen, of je gaat meteen naar een merkenoverzicht. En dan stel je start van het merkenoverzicht, dan kan je zeggen, ik ben op zoek naar een jeansbroek. En dan krijg je een overzicht van allerhande duurzame jeansmerken. Als je daar bijvoorbeeld ook een budgetfactor aan koppelt, dan zal je zien dat als je onder de €50 een duurzame jeans wil kopen, kom je sowieso bij tweedehands of de swapshop terecht. Maar elk van die merken is eigenlijk heel grondig onderzocht. De volledige supply chain keten is door ons algoritme gehaald.
En ons algoritme gaat op meer dan 265 punten, want het zijn er eigenlijk een pak meer achter de schermen, merken gaan aftoetsen en dat komt terug op 7 verschillende thema's. Daar kan ik eventueel straks op terugkomen. Maar dan kan je ook meteen daaronder zien in welke winkels die merken te koop zijn. Dus, en dan kan je die winkels aan een gepersonaliseerde shoppingroute toevoegen of doorklikken naar de webshop van de lokale handelaar. Dus wij gaan eigenlijk altijd consumenten terug gaan verbinden aan de lokale handel. Waarom? Omdat we ook heel hard geloven dat als je bij het kopen van kleding, als je die verbinding aanhaalt met een verkoopster of een eigenaar van een winkel, ga je een andere relatie met je kleding gaan creëren. En geven al die producenten nou die informatie vrij? In het begin ging het moeilijker, maar nu dat wij 35.000 gebruikers per maand hebben, hebben wij wel wat meer leverage gekregen, waardoor dat ze sneller in gesprek gaan. Hoe gaat dat in zijn werk? We gaan eigenlijk eerst gaan kijken wat beweert de merk over zichzelf online. Mm-hmm. Wat zien we in de winkels? Wat zien we in de webshop? Meestal houden die twee al geen steek met elkaar. En dan maken we zelf een vragenlijst van waar dat wij vermoeden dat er een vermoeden van greenwashing is. Dan vragen we een interview aan met het merk in kwestie. En dan gaan we eigenlijk een tal van vragen gaan voorleggen aan het merk op dat moment. Waarbij dat we, en dat is een stukje van de impact die wij maken, is omdat we heel veel vragen stellen waar de merk nog nooit over nagedacht heeft. Dus daarin, door de juiste vragen te stellen, zet je de merk ook aan het denken om zelf ook op een andere manier naar hun eigen producten te gaan kijken. Ja. Want ik las laatst bijvoorbeeld dat ze een onderzoek deden naar allerlei bekende merken en dat Sissy Boy er dan niks van terug te vinden was. Maar bij jullie wel? Sissy Boy hebben wij ook nog geen gesprek mee gehad. Okay. Dus wij gaan eigenlijk eerder gaan screenen. Dus aangezien dat de lokale handelaars bij ons in de spotlight staan, zijn het de lokale ondernemers die een lidmaatschap op het platform nemen, maar inbegrepen in dat lidmaatschap van de multimerkenwinkels hebben we elk jaar één merk voor hen gaan screenen. Maar al die data over al die winkels over verschillende steden en gemeenten heen gaat interconnecteren. Ja. Dus op die manier kunnen we het onafhankelijk van de merken doen, waardoor dat we ook minder biased zijn dan bijvoorbeeld de software tools of de LCA tools die eigenlijk het geld zelf van het merk krijgen. Ja. Dus daarom, als je dan kijkt naar de geldstromen achter zo'n oplossingen, dat bepaalt voor een heel groot deel de onafhankelijkheid van de uitkomst van beoordeling van een product. Ja. Nou, volgens mij kunnen we nog van alles meer leren vandaag, vanmiddag, over Kosh. Volgens mij hebben jullie in de gang ook een demo staan, dus daar kunnen we het vast nog meer over gaan hebben. Maar waar we voor hier zijn natuurlijk is om te praten over die wetgeving. We hebben het net al heel kort ook voorbij horen komen. Maar Nicky, wat, als jij nu kijkt naar de wetgeving, wat is dan het eerste wat je daarbij denkt? Ik ga het eventjes visualiseren. Er zijn een aantal wondes in de fashion sector en die proberen ze toe te plakken met, hoe zeg je dat in Nederlands? Pleisters plakken. Niet radicaal genoeg, in mijn inzien. Ja. Niet radicaal genoeg. Dus het mag steviger. Ja. Ja. En er zijn heel veel complexe legislatie voor complexe problemen. Maar als je twee zaken zou opleggen, dan verander je in één trek heel de sector. En ik heb het als slot op de Circular Textile Days vorig jaar ook gezegd. En ik denk dat dat moeilijk is vanuit het Jacquard weven in het Textielmuseum. Dus ik ga er heel graag mee in gesprek met u. Maar stel dat je nu een beperking oplegt aan alle textielfabrikanten om maximaal 1 à 2 fibers in een stof te steken, dan vereenvoudig je al de rest wat erna komt. Dus monomateriaal. Voor de mensen die misschien wat minder bekend mee zijn, tijdens Designing for Circularity hebben we het erover gehad in de show. Als je kijkt naar welke materialen je gebruikt en je pakt daar meerdere soorten vezels die je door elkaar gaat gebruiken, dus bijvoorbeeld acryl, polyester, katoen, en wat je in zo'n stretch spijkerbroek wel eens ooit ziet, dat is super moeilijk om te recyclen. Dat kun je eigenlijk niet meer uit elkaar krijgen. En door die complexiteit in materiaal wordt dus ook het recyclen op schaal zo'n uitdaging.
En monomateriaal, designing for circularity, het gebruik van monomateriaal is daar echt een hele sterke tool mee om dat, die complexiteit in ieder geval weg te nemen. Maar ik ben dan zelf ook wel weer een beetje kritisch daarop, omdat de generatie van nu, die is zoveel met identiteit bezig en met hoe ze eruit zien en dat uitdragen. En ik denk persoonlijk dat daar echt wel een hele grote kans ligt om dat ook op een duurzame manier te doen. Maar zou je niet zeggen dat als je monomateriaal gaat gebruiken, dat je dan heel veel inlevert aan creativiteit in het designproces? Ja, het kan juist een uitnodiging zijn voor nieuwe creativiteit. Om juist die productontwikkelaars en die productontwerpers te gaan uitdagen over wat ze kunnen maken. Dus met minder moet je juist creatief zijn. Ja. Ja, dat is een interessante benadering. Ik wil het even hebben over de verhouding Europese Unie, Nederland en dan lokaal. Wat de mensen misschien wel weten is dat de Europese Unie de Green Deal heeft gepubliceerd. Dat is eigenlijk een hele grote strategie om als continent duurzamer te worden, onafhankelijker te worden van grondstoffen buiten Europa. En dat is eigenlijk de grote paraplu waaronder we de wetgeving die we nu doorzien sijpelen eigenlijk op kunnen hangen. Die Green Deal die heeft een specifieke strategie voor de Circular Economy. Dus dat heet de Circular Economy Action Plan. En daaronder vallen dan een aantal sectoren, waaronder dus textiel, waar dus een specifieke strategie voor is geschreven. Nou, binnen die strategie hebben we weer allerlei wetten. Dat gaat over bijvoorbeeld gebruik van data, productpaspoorten. Het gaat over wetten rondom greenwashing. Welke standaard moeten we gebruiken om duurzaamheid te beoordelen? Hoe kan de consument dat dan ook zien als een soort van beter leven, keurmerk 2.0, hè, dat we wat dus in heel Europa hopelijk dan gebruikt zullen gaan zien worden. Ja, dat heeft enerzijds natuurlijk heel veel invloed op wat er dan in Nederland gebeurt en België gebeurt en andere landen waarin die duurzaamheidstransitie ook heel belangrijk is natuurlijk. En ik zou kunnen zeggen, de Europese Unie schetst dus een visie daarmee. Die zeggen fast fashion should be out of fashion. Dus die hebben gezegd van we willen eigenlijk dat de fashionindustrie gewoon compleet verduurzaamd en circulair gaat worden. De Nederlandse overheid kijkt dan vervolgens naar die plannen en die denkt van ja, dat kunnen wij misschien wel sneller. Of dat kunnen wij beter. En dat is natuurlijk een discussie die erg lastig is, omdat je naast elkaar heen wil gaan bewegen en dan dingen opnieuw moet gaan doen. Maar hoe zie jij die verhouding Europese Unie en Nederland qua wetgeving? Wat denk jij dat er een slim is? Ik zie vooral dat in alle landen, zowel Europees, worden alle wetten met bepaalde namen benoemd. En dan in alle Europese landen krijgen die ook nog eens andere namen en andere manieren van invulling. Waardoor dat, ik ga ook in alle eerlijkheid, ik zit niet alleen in mijn team, dus vandaar ook mijn computer. Ik heb even bij mij, want deze materie is dermate complex dat ik ook geen verkeerde dingen wil gaan zeggen. Maar in elk land is elke wet, gaat eigenlijk andere dingen gaan aftoetsen. Het is zo'n kluwen, dat vanuit een ondernemersblik die naar logica kijkt, I don't get it, but... Ze zijn in Frankrijk, staan ze eigenlijk al veel verder. Maar heel vaak, wat dat we zien, is dat er worden wetten geïmplementeerd, maar de infrastructuur is nog niet klaar. En vandaar ook terug, de infrastructuur is momenteel klaar om katoen te recyclen, om polykatoen te scheiden van elkaar, indien het pre-consumer is. Maar als het post-consumer is, niet in de B2B-markt, maar in fashion textiel, dan kunnen ze het al niet gaan recycleren omwille van al de diverse chemicaliën die samengegooid worden. En dat mag het alweer niet. Dus. Heel snel voor de mensen die misschien wat minder bekend zijn met de terminologie. Pre-consumer waste is dus het afval wat eigenlijk tijdens productie al ontstaat. Dus knipafval, snijafval, dat soort dingen. Post-consumer is dus als het gedragen is door de consumenten en weer is ingezameld. En B2B... Is to business, is to customer, nee, is prima. Daarvoor zijn we hier, om dat even toe te lichten. Ga verder. Nu ben ik wel mijn draad kwijt. Ja, dat was ik ook bang. Dat was niet erg. maar ja, het is zo'n complexe materie. En opnieuw kom ik eigenlijk tot mijnzelfde punt. Moest het... Allee, bijvoorbeeld als je nu kijkt naar Frankrijk. In Frankrijk is er al een wet waar dat... onverkochte overstok niet meer mag verbrand worden. Ja, allemaal goed en wel, maar die producten zijn nog helemaal niet klaar voor recycling. Laat staan dat er consumenten zijn die wakker genoeg zijn om producten te kopen die geupcycled zijn.
Dus daar zijn nu gigantische volumes aan het opstapelen van onverkochte producten. Maar opnieuw, dat toont aan dat de wetgeving een pleister is op de wonden. Waar dat ze eigenlijk niet naar de systeemverandering aan het gaan zijn van oké, hoe gaan we ervoor zorgen dat er geen overproductie meer is? Want merken blijven nog altijd overproduceren. Ja, de afstemming tussen vraag en aanbod is het niet genoeg op punt. Nee, ja. Dat was natuurlijk in coronatijd ook, werd het zo pijnlijk zichtbaar. Hè? Toen overal die voorraden bij de fabrikanten bleven liggen. En toen merken in Europa, eigenlijk in het Westen, gewoon een soort van machtspositie hadden ook binnen die supply chain, binnen die productieketen. En daardoor bleven dus ook allemaal daar liggen en werden de fabrieksmedewerkers in het begin eigenlijk niet betaald. Totdat er heel veel opspraak over ontstond, terecht. En toen zijn de merken alsnog over de streep gekomen om in ieder geval een deel te betalen. Dus die afstemming tussen vraag en aanbod en overproductie, daar zou de wetgeving meer op moeten richten, als ik je verhaal zo hoor. Er is gewoon over het algemeen een compleet overaanbod. Dus je haalde daarnet aan, de Nederlanders kopen 40 stukken textiel per jaar. Als we volgens het Hot and Cool rapport, waarbij dat we onder de 2 graden klimaatopwarming moeten blijven, kan elke consument maximaal 5 nieuwe kledingstukken per jaar kopen. Ja. Ben ik wel benieuwd, wie zou dat kunnen? 5 nieuwe kledingstukken per jaar? Ik kan het niet. Ik zei, ik ben net onderzoeken. Ja. Ja, dat is niet gespecificeerd. Het was niet mijn eigen onderzoek. Ja. Nou, vooruit, inclusief. Nee, exclusief. Maar dat zegt veel. Hè? Dus eigenlijk om een beeld te schetsen van, we moeten dus echt 8 keer zo weinig. 8 keer minder. En dan... Ja, en als ik nu in door... Sorry, ik ga je ook meer aan het woord leggen. Oh, nee, ja. Maar als ik nu door de winkelstraat loop... niet in Tilburg, ik ben vandaag nog niet langs daar geweest. De Piushaven was te mooi. Maar er zijn zoveel winkels waar dat er geen enkele consument binnen staat. Hè. Er staat 1 verkoopster, een winkel vol producten. Super mooi ingekleed. Maar er is geen consument. Ja, dat zijn zaken die ik niet meer kan vatten. Dan hoe kan je nog een winkel openhouden als je niet... Waar verdien je dan nog je geld? Ja, what's the point? Ja, ik moet zeggen, ik vind de winkelier heeft voor mij wel de toekomst. Want dat is wel je touchpoint met je consument. Je kunt de consument uitleggen waarom kwaliteit belangrijk is. Je kunt er een klein rekje tweedehands in de winkel hangen om bijvoorbeeld te zeggen van... Hey, trouwens, dit is wel leuk om ermee te combineren. En dan hoef je geen nieuw product te kopen. Dus op die manier kun je mensen ook stimuleren, denk ik, wel daarin. Dus ik persoonlijk hoop wel dat die winkel steeds belangrijker gaat worden eigenlijk. En dat we steeds maar afscheid gaan nemen van dat hele controleerbare e-commerce verhaal. Hè. Dus gedragswetenschap is daar zo doordacht dat je eigenlijk gewoon gemanipuleerd wordt als je op zo'n Shein terechtkomt. Ja. Helemaal. In de realiteit zijn de cijfers zo dat er 40% van alle fashion textiel wordt eigenlijk online gekocht en 60% in de winkels. Dus dat is een goede voorbode. En gelukkig worden er meer duurzame producten gekocht en zijn die winkels gelukkig iets meer gevuld, dankzij Kosh, dan de niet duurzame winkels. Maar toch, het is... Wil jij iets aanvullen? Joh. Nee, ik kreeg helemaal niet. Ik luister net zo aandachtig als zij. Dus ja, precies. Om het stukje wetgeving wat meer naar Tilburg te brengen. Hè. We hebben dus de Europese wetgeving, we hebben die Nederlandse wetgeving. Kiki Hagen van D66, die heeft ook gezegd van... Oké, waarom kunnen we niet zelf gewoon een strategie definiëren voor Nederland... om die industrie te verduurzamen en waarom wachten op Europa... Wat ik een ambitieus plan vind en best wel bewonder. Hè, want gewoon progressief zijn als land is daarin denk ik wel het motto. Een van die wetten waar het dus nu heel veel over gaat en die binnenkort al in zal gaan is de UPV. En dat is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel. En wat betekent dat nou? Als jij op de Nederlandse markt verkoopt, dan ben je verplicht om ook je kleding en textiel weer in te zamelen. Hoe wordt dat gerapporteerd? Je rapporteert op jaarbasis het totale volume wat je verkoopt en het totale volume wat je inneemt. En het verschil daarover wordt belast. Wat er mee wordt opgehaald aan extra belastinginkomsten voor de overheid gaat in een innovatiepotje.
Nou, dan kunnen we hopelijk wij als progressieve groep ondernemers / consumenten weer ons voordeel mee doen. Maar die UPV gaat dus op 1 juli al live. Dat vraagt om een hele reorganisatie. En dat vraagt dus ook om een lokale aanpak. Want misschien wel in de kledingwinkel om de hoek zul je binnenkort dingen gaan zien als plekken waar je oude kleding in kunt leveren. Wat denk jij als je kijkt naar de UPV, Nicky, om het even af te ronden. Dan gaan we daarna naar Jochem, maar dan gaan we over textiel en zin melden. Wat denk jij als je kijkt naar die UPV, wat zijn de kansen en wat zijn de uitdagingen? Ja, in België hebben we al langer de recupel bijdrage. Ik weet niet hoe dat in Nederland zit, waarbij dat er eigenlijk een... Ja, dat je ook een bijdrage betaalt voor elk stuk elektro dat in de markt gezet wordt. Maar ja, de realiteit is, ja, zeker bij ons, wat doen consumenten? In het beste geval gaat het naar een lokale kringloopwinkel of een kringloopwinkel, dat is hier ook. Maar meestal gaan we het gewoon naar een containerpark gaan brengen als het stuk is. Die gedragsverandering is nog veel meer nodig. Dus puur met de wetgeving alleen gaan we het niet oplossen. Er zijn gigantische campagnes nodig om de consument bewust te maken over waar dat ze het correct kunnen gaan inleveren, waar dat ze het correct kunnen laten herstellen. En daar zijn we nog lang niet, en zeker niet tegen 1 juli. Ja. Dus heel benieuwd wat de communicatiestrategie zal zijn van de overheid. Ja, dus het is misschien wel een start, maar het is nog lang niet allesomvattend wat eigenlijk nodig is om dat gedrag te veranderen. Ja, en dankjewel allereerst voor de inzichten. We zullen zo meteen in het panelgesprek, het tweede deel van vanmiddag, nog meer over die wetgeving gaan praten. Maar voor we dat gaan doen, hebben we natuurlijk een tweede gast aan tafel zitten. Jochem Otte, sinds 5 weken directeur-bestuurder. Zoiets, 5-6 weken denk ik, ja. 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 Hoe bevalt het? Ja, goed. Ja? Het zou wel gek zijn als ik nu zou zeggen, ja. Nou. Ja. Precies. Nee, dus directeur-bestuurder bij Stichting het Mommerskwartier, ja. Als ik het goed heb. Ja. En daar valt dus onder andere het Textielmuseum onder en ook nog wat andere zaken. Ja, Regionaal Archief Tilburg, het Stadsmuseum en ook Vincent Stekenlokaal had onder. Oké, ja. En hoe verhouden die dingen zich tot elkaar? Nou, het Mommerskwartier is een overkoepelende organisatie. Hè, dus daar heb je shared services in zitten. Dus dat bespaart ook veel. Ook dat zou je duurzaam kunnen noemen. Maar er zitten natuurlijk ook verwantschappen in. Eigenlijk gaat alles over de identiteit van Tilburg. En het Textielmuseum wat specifieker over textiel. Maar een stadsarchief of een regionaal archief gaat natuurlijk ook over de identiteit van de regio. En het gaat ook allemaal over verzamelen. Het gaat allemaal over daar weer over communiceren. En vanuit daar ook weer produceren. Vanuit die historie kun je ook weer opnieuw gaan scheppen. Dus er zit heel veel verwantschap tussen. Dus echt de holistische identiteit door de jaren heen, ja, van de stad Tilburg. Ja, en het Stadsmuseum, ja, houdt zich ook bezig met de identiteit van Tilburg. Ja. Hè? De scholen op te zoeken. Ja. Misschien wel een leuke vraag. Als je die identiteit zou moeten beschrijven, en ik weet dat je 5 weken werkzaam bent, misschien nog niet alle archieven hebt kunnen doorspitten. Ja. Hoe zou je de identiteit van Tilburg beschrijven? Nou ja, kijk, we zitten hier niet voor niks natuurlijk over textiel te praten. De textiel zit natuurlijk heel diep in het DNA van de stad. En ik denk ook dat daar ook wel een kans ligt om daar in de toekomst daarmee door te gaan. Je ziet zelden dat iets ergens ontstaat wat niet al in het DNA aanwezig is. Dus ik denk wel dat wij hier een soort... Nou, verantwoordelijkheid, dat vind ik altijd een vervelend woord, want dan zou je er niet van af mogen wijken. Maar als het zo diep in de stad verankerd zit, dan zou je bijna moeten zeggen, dan zou hier ook de plek moeten zijn voor alternatieven of voor te laten zien hoe het anders kan dan. Dus ook een rol voor textiel in de toekomst, ja. Dat horen wij graag. Ja, hier zie je een foto, die zie jij niet, maar dit is een foto van het Textielmuseum. Dat is natuurlijk ook, dat heeft ook een andere bestemming gehad voordat het een museum werd. Wat is het, ja, voor een pand geweest? Het is een textielfabriek natuurlijk. Ja. En wat ik eigenlijk het mooie aan vind, we zijn nu, dat hebben jullie ook allemaal meegekregen, aan het nadenken over het Textielmuseum van de toekomst. Hè, hoe moet er dat uit moet zien? Waar Meccano druk mee bezig is, ook geen onbekende hier in Tilburg. Maar wat interessant is aan het ensemble van het huidige pand, is dat het in de loop der tijd ontstaan is. Dus je had een fabrikantenvilla met daarachter een eerste industrieel pand. Maar als de industrie veranderde, dan werd daar iets aan vastgebouwd of overheen. Of er werd iets afgebroken en dan kwam er weer een stukje bij. Of er moest opslag komen of we willen zelf toch ook een spinnerij. Of, nou, hè?
En het mooie van het nieuwe plan is dat je daarin ook een tijdlijn gaat volgen. En dat eigenlijk dat alle gaatjes, zo zou je het kunnen noemen, er zitten hele mooie stukken in. Er zitten ook stukken in van, hoe hebben ze dit nou ooit kunnen doen? Maar het vertelt wel samen het verhaal. En het mooie is natuurlijk ook zo dat de architect er ook wel zo in staat dat je met zo min mogelijk ingrepen het verhaal beter gaat vertellen. Waardoor dat is ook weer een soort duurzaamheidsbeweging. Ja, maar dat is mooi. Dus je hebt dus de verschillende aanbouwen aan het museum. Vertel iets over de geschiedenis die het pand vroeger had en hoe dus ook die industrie is veranderd. En zo willen we het museum van de toekomst ook wel in gaan richten. Dat je eigenlijk meekrijgt van zo is het ooit hier begonnen in Tilburg. En ook wel het verhaal, wat was de impact dan in andere landen. Hè? Want de textielindustrie stond niet op zichzelf in één land. Ja. Maar dat je vervolgens ook het mooie van het museum is sowieso, hè, dat je de historie, de actualiteit en aan de toekomst werkt, hè, want er wordt ook gecreëerd. Dat je dat straks ook in die tijdlijn gaat meemaken. Over creëren gesproken. Volgens mij is dit het Textiellab, zeg dat goed? Ja. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja, daar werken kunstenaars en ontwerpers met de nieuwste geavanceerde technieken. En dagen ook een beetje zichzelf natuurlijk uit om daar weer nieuwe stappen in te zetten. Hè? Kan textiel 3D worden? Ja. Dat zou kunnen zijn, wat kun je met kleur? Maar wat kun je ook, als je het hebt over die alternatieven, hoe kun je een textiel ontwikkelen wat duurzaam is? Gaaf. Wat mensen misschien niet zullen weten is dat voor Textalk ik ooit een keer een try-out podcast heb gedaan met Francis Jumbrer. Ja. Die lopen jullie ook... De deur plat. De deur plat, wil ik niet zeggen. Maar, en zij is heel erg gaan kijken naar ook echt de eigenschappen van materiaal. Hè? Ja. En echt vanuit de kern van dus een materiaal gaan nadenken over wat zegt het over textiel en hoe kan het mensen inspireren raken. Ja. En een tweede... alumni, zullen we zeggen. Borre Akkersdijk. Ja. Bij Borre kennen jullie misschien wel die naam, maar die zijn eigenlijk begonnen met het... die hebben een soort van breimachine gehackt en daar een nieuw textiel mee weten te maken. En daar zijn ze toen volgens mij een eigen kledinglijn mee begonnen. En dat is uiteindelijk doorontwikkeld tot een platform waar andere designers en makers, zeg maar, digitaal hun textiel kunnen ontwerpen en dan wordt het zo gebreid. Dat is wel... Ja, dit komt dus al beide hier vandaan. Dat vind ik persoonlijk wel heel tof om te zien. Ja, zeker. Ja, en Borre komt ook weer van de Design Academy. Dus ik ken hem al heel erg lang. Als student, dat is het leuke van nu weer het Textielmuseum gaan doen. Dat ik heb het Textielmuseum leren kennen toen we een minor hebben ontwikkeld tussen Design Academy Eindhoven. Want daar heb ik gewerkt. En het Textielmuseum, dus eigenlijk het Textiellab. En studenten van toen, die laat zeggen in het tweede studiejaar zitten, zijn de topontwerpers van nu. Dus de Borre Akkersdijk en Fransje Grimbert. Ja, gaaf. Ja. Ja, dat is leuk om te zien en die nu weer terug te zien keren in het museum, omdat zij de bakens verzetten in het vak. Dat is bijzonder. Ja, dat is inspirerend om te zien, zeker. Ja. En ook het voorbeeld van Bai Borre, die zeggen ook van, we willen ook systeemverandering. Hè? Dus als we die productie gewoon letterlijk terughalen en met innovatie dat toegankelijk maken voor makers, dan hoeft het niet maar allemaal via al die schakels ingekocht te worden. Nee. Dus daar zit ook weer een stukje raakvlak. Nou, het Textielmuseum is een plek die we dus allemaal wel zullen kennen. Mocht je nog nooit geweest zijn, is het zeker een aanrader. Omdat er ook af en toe van die exposities zijn die ik dan weer heel interessant vind. Hè. Een expositie over kleurstof en een expositie over het textielafvalprobleem. Dus dat is sowieso een aanrader om daar eens te gaan kijken, mocht je er nog nooit zijn geweest. Maar los van het Textielmuseum, hoe kwam die kans op je pad? Hè? En wat was het moment dat je dacht, dit is een klus, die wil ik met beide handen aanpakken? Het gaat redelijk ver terug inderdaad. Ik zei net al, ik heb gewerkt bij Design Academy Eindhoven. Daar zat ik in het onderwijsmanagement, waarvan de laatste 8 jaar als hoofdonderwijs. En toen hebben we de Minor ontwikkeld in samenwerking met het Textielmuseum. En studenten die specifiek die kant op wilden, die mochten daar werken onder professionele begeleiding en de meest interessante apparatuur die daar staat. En toen kwam ik denk dat het nu 15 jaar geleden is, ik zeg maar wat, jullie kan het niet precies terughalen. Toen kwam ik al voor de eerste keer in het Textielmuseum en in het Textiellab. Ik dacht, nou, als ik hier in de toekomst iets een bijdrage aan mag leveren, dan ga ik dat niet nalaten. Nou ja, de huidige bestuurder ging met pensioen en dat wist ik. Dus ik heb het een beetje, ik heb dat een beetje in de gaten gehouden. Van het een kwam het ander. Ja, mooi. Dus je was er echt al wel lang mee bezig met het idee van, als daar die kans komt, dan is dat voor mij echt een hele sommige mooie... plekken grijp je ook gewoon meteen binnen een minuut. Waar je van denkt, ja, dit heeft zoveel potentie. Hier kan nog zoveel gebeuren. Ja. Hier komen interessante mensen met interessante ideeën. Dat je denkt, nou, dat... Hier kan nog zoveel gebeuren in de toekomst van textiel. Hoe zie je dat verder ontwikkelen binnen het museum?
Wat? Want dat is een hele brede vraag. Alles. De toekomst van het museum, je wil daar ook misschien dus een aanbouw, misschien een extra uitbreiding ergens de komende jaren. Maar hoe zie jij zeg maar de toekomst van het museum en welke... Innovaties gaan we daar zien? Laten we het even dan in het kader van dit onderwerp bespreken. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die je in stand wil houden. Hè? Dat je mooie tentoonstellingen wil maken en dat je een belangrijke collectie wil voeren. Dat zijn natuurlijk dingen die je als museum niet gaat veranderen. Wat ik wel hoop te bewerkstelligen de komende jaren is dat het museum veel meer een veroorzaker wordt. Ik vind dat überhaupt een opdracht aan culturele instellingen. Dat je impact creëert, je dingen teweeg brengt. En als je het hebt over de textielindustrie, dan zie je natuurlijk ook in alle verhalen, dat komt de hele tijd terug van het bedrijfsleven houdt zichzelf ook in een soort houtgreep. Hè? Van als je weet dat je nu een t-shirt voor €3,25 kan produceren. Ja, als je alles gaat volgen wat beter is, dan kom je op €25,75 voor dezelfde t-shirt uit waarschijnlijk. Nou ja, €75,85, weet ik niet. Maar in ieder geval misschien wel een 20-30-voudige. Je snapt natuurlijk wel dat die economische principes dan je in de houtgreep houden door tot werkelijke verandering te komen. En ik vind dat het Textielmuseum heeft een belangrijke positie in die sector, maar heeft die struggle niet. Dus wij kunnen het alternatief laten zien en verleiden om op die koers verder te gaan. Dus en dat zou ik Tilburg ook wel toewensen. Dat, kijk, wij kunnen daar een soort aanvoerder in zijn. Nou, je weet ook dat die campus komt daarnaast met allerlei mogelijkheden. Maar ik vind bijvoorbeeld heel knap gedaan in Arnhem heb je dat modekwartier, waarin ontwerpers bij elkaar zitten. Waardoor je een soort stimulans onderling krijgt hè, van innovatie. Ik zou het heel gaaf vinden als bijvoorbeeld zo'n Gorkestraat een soort alternatieve straat wordt, waar Tilburg ook voor gaat staan. Van hier laten we zien hoe het zou moeten. Dat zou, als we dan hebben over 10 jaar een droom klaar, dan zou ik dat wel gaan. Ja, dus in die zin is het dan ook meer een. Kijk, buiten de functie die het nu al heeft en in de toekomst zal hebben, zal dus ook een ruimte ontstaan voor een soort van proeftuin. Van niet alleen. Ja. En dan misschien ook voor ondernemers en makers die misschien nog veel breder kijken. Dus misschien ook juist die systeemverandering en daarin experimenteren. Ja. Nou, en bij veroorzaker hoort ook naar wat jullie doen. Ja. Maar dat zijn dingen waar ik ook een rol weggelegd zie. Hè. Alle ontwerpers komen bij ons. Dan zou ik daar wel natuurlijk de meest actuele informatie mee willen geven. Of bijvoorbeeld stalen al neerleggen van andere ontwerpers die al gewerkt hebben. Van, zo kun je het ook doen. Zo kan het sustainable. En mooi om te horen. Ik word hier heel enthousiast van. En is er een plek waar we meer te weten kunnen komen over die plannen en wanneer we... Maar ik ben er nu 5 weken mee bezig. Ja. Dus ik heb er nog geen boek over geschreven. Nee, het is nog niet uit. Nee, maar we gaan hier de komende periode druk aan werken. Dus we zijn nu bezig met een strategisch plan waarin dit natuurlijk een belangrijke rol gaat spelen. Ja. En we hebben ook mensen in de zaal die zo in de panel zullen aansluiten. De samenwerking tussen ondernemers en tussen de lokale overheid, hoe zie je die driehoeksverhouding misschien? Nou, ook dat hè, noemen ze tegenwoordig zo'n multi-helex, hè, waarin onderwijs, bedrijfsleven, musea, andere culturele instellingen, in ons geval ontwerpers, samen eigenlijk aan de slag gaan om dingen te veranderen. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk ding is. Als je onderwijs niet verbindt, dan krijg je het niet in het DNA van de mens. Hè. Je moet eigenlijk zorgen dat het daar met de paplepel ingegoten wordt. Ingegeven, zeg je volgens mij. Maar goed. Dus wij zullen ook altijd de relatie met onderwijs zoeken. Ja, oké. Okay. Ja, klinkt hoopvol. Ik denk dat we hier nog uitgebreid over na zullen praten na deze middag. Ik denk dat het hoog tijd is om het gesprek aan te gaan. En hier de voorste rijen hebben we nog 4 ondernemers en professionals die ons nog veel meer kunnen vertellen. Ik heb een aantal stellingen voorbereid. Dus ook een uitnodiging aan de rest in de zaal. Mocht je een mening hebben op basis van een van deze stellingen, dat je denkt, hey, ben ik het wel mee eens of niet mee eens. En het gesprek willen joinen. Voel je dan zo vrij om even je hand op te steken, dan kom ik naar je toe met de microfoon. Allereerst applaus voor het panel. Het is een beetje krap. Monique Drent. Joost van Amstel. Ja. Patrick Wellep van Vodden. En Timmy de Vos. Kom lekker bij. Ik ga intussen een beetje
plaats maken voor jullie. Ja, gezellig. Misschien kunnen we de tafel nog een klein beetje, of de krukken een beetje aan deze kant zetten. Kun je dat oké is met de camera? Ja, we draaien hem al als iemand te spreken. Maar dan zit hij er niet zo verstopt. Ja. Je pakt hem door. Ja, we draaien hem. Microfoon een beetje staan, oké. Nou, het is gezellig druk hier. Ik heb een aantal stellingen voor jullie voorbereid. Ik ga denk ik een beetje hier staan, misschien het leukste. De huidige wetgeving is in staat de Nederlandse textielindustrie te doen verduurzamen. Nou trouwens, weet je, laten we eerst gewoon een voorstel rondje doen, dat vergeet ik helemaal. Laten we dat eerst doen. Patrick, vertel even een paar zinnen wie je bent, wat je doet. Mijn naam is Patrick Welf, ik ben oprichter-eigenaar van Vodde. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met een hele keten. Zit al 20 jaar in het textiel, dus echt een textielfossiel. 3 jaar geleden met corona hebben wij ons opnieuw uitgevonden en toen hebben we gedacht, kan niet meer zo langer. En toen zijn we gaan experimenteren met medewerking van onder andere het Textielmuseum, met machines in Tilburg om sokken te maken van ingeleverd post-consume, dus gebruikt textiel. Ja, dat heeft de afgelopen 3 jaar een hele vlucht genomen met ups en downs, maar we zijn er heel trots op dat bij ons je textiel kunt inleveren. En dan leveren wij het aantoonbaar aan jou terug, gemaakt als eindproduct, op dit moment bij sokken. En om de verbinding te maken zijn we de volgende stap aan het inzetten naar Garis. En we richten ons op de commerciële bedrijven, op de workwear-bedrijven. Maar wij worden ook geprikkeld door ja, een beetje de lokale bus die je dus in Tilburg hebt op het gebied van onderwijs. Haley Flex Smith, Tony zei het. Mooie term, maar helpt wel. Maar, en ook het museum. Dus ja, superleuk om te mogen doen. Dus ja. dat doen wij. Nou, de pitch ook perfect voorbereid. Ja, dankjewel. Dat zou zeggen dat je het vaker doet. Zo. Nee, het zat een mandje bij. Joost, in een paar zinnen. Wat is jouw functie en wat is je rol met textiel? Ik ben de programmamanager bij Midpoint Brabant, duurzame economie. Midpoint Brabant is zo'n soort multi-helix-organisatie. Die werd genoemd. Samenwerkingsverband tussen overheden, hier de gemeente uit Midden-Brabant, de ondernemers, waaronder VNO-NCW, maar ook Vodder en andere ondernemers, en het onderwijs. En wij proberen de verbinding te leggen tussen die partijen om samen aan de maatschappelijke thema's te kunnen werken, zoals de circulaire economie. Ja. En ik ben blij te horen dat de nieuwe directeur van het Textielmuseum die samenwerking ook graag ziet. Wij zijn die partij die die verbinding moet maken. En vooral de goede initiatieven probeert u te ondersteunen, belemmeringen weg te nemen, waardoor we ook echt aan die thema's kunnen gaan werken. Ja. Dus echt de verbinder en ja. De aanjager. Timmy, voor de mensen die je nog niet kennen, vertel. Yes, Timmy de Vos. Ik ben de oprichter en directeur van Race Against Waste. En wij organiseren actiecampagnes in het onderwijs. En wij willen eigenlijk laten zien dat een steentje bijdragen aan de circulaire economie kinderlijk eenvoudig kan zijn. Dus ja, die hebben we ingestudeerd. Dus nou ja, er zijn al fantastisch veel initiatieven van repaircafés tot swapshops tot een platform als Kosh. En zoals Nicky net al heel mooi zei, heel veel mensen willen duurzamer gedrag vertonen, maar weten niet waar ze moeten beginnen. En wij laten zien dat dat eigenlijk heel laagdrempelig kan, dat het heel leuk kan zijn en dat zelfs een kind het kan. Dus dat is wat wij doen en we maken daar een soort wedstrijdje van. Mooi. Dus het begint bij de nieuwe generatie dan ook absoluut. Al. Dus we het zo even over gaan hebben ook. Monique, ja. Vertel. Ik hoorde al iets van Swapshop voorbij komen. Ja, ik ben een van de twee oprichters van de Swapshop. En de Swapshop is een kledingruilwinkel waar je dus kleding kan ruilen in plaats van nieuw kopen. We hebben op dit moment een locatie in Amsterdam. En we hebben vorig jaar ons franchise model gelanceerd. Dus we hopen eigenlijk de komende jaren in allerlei andere toffe plekken, zoals Tilburg, een locatie te openen. En daarnaast vanaf deze week wat meer aandacht vragen voor onze circulaire productlijn. Want ook wij hebben het probleem dat er ongeveer 2 keer zoveel kleding wordt ingeleverd als dat er meegenomen wordt uit de swapshops. Omdat sommige dingen gewoon heel lelijk zijn, andere zijn slechte kwaliteit, andere hebben te veel van hetzelfde. En dat gaan we omzetten per productstroom naar dus nieuwe garen, nieuwe stoffen, nieuwe producten. En die gaan we dan verkopen. Ja, klinkt goed. Dankjewel voor jullie introductie. Nou, dan is het nu denk ik hoog tijd om in gesprek te gaan over het thema van vandaag. Ik heb een aantal stellingen dus voorbereid. Laat ze lekker een beetje bezinken. En als je denkt van, hey, ik wil iets zeggen, steek even je hand erop en vertel wat je ervan denkt. De eerste, de huidige wetgeving is in staat de Nederlandse textielindustrie te verduurzamen.
Nicky, we hebben het er net al een beetje over gehad natuurlijk. Ik ben benieuwd bij de rest. Is de huidige wetgeving in staat om die verduurzaming voor elkaar te krijgen? Nou, het eerste wat denk ik in mijn hoofd, opkomt is dat de Nederlandse textielindustrie verduurzamen. Er is bijna geen Nederlandse textielindustrie op dit moment. En ik denk degene die er is, die doet al heel hard zijn best om te verduurzamen. Dus ik geloof heel erg dat de Nederlandse wetgeving zich moet gaan focussen op het verduurzamen van de internationale textielindustrie. En ik denk dat die dan ook direct een stuk complexer wordt. En daar voldoet wat mij betreft de Nederlandse textielindustrie, de huidige wetgeving voldoet daar zeker niet aan. Ja. Nee. De wetgeving weghalen? Nou, ik denk dat nee, dan voldoet die er niet aan. En ik denk, want op dit moment worden producenten, maar ook vooral de merken die de aanvraag doen bij producenten, worden nog te weinig geprikkeld om duurzame keuzes te maken in hun opdrachtgeving. Waardoor uiteindelijk het productieproces ook niet duurzaam is. Er is helemaal geen controle op over wat er in de keten gebeurt. En de bedrijven en er is natuurlijk wel een verdrag wat ondertekend is naar aanleiding van wat er in Bangladesh gebeurd is. Maar het is geen verplichting om die te ondertekenen. Dus er ligt wel iets, maar het is niet vanuit de overheid geïnitieerd. En ik denk dat dat heel jammer is. En daarnaast, als je Nederlands wegstreept, dan is het ook nog heel ingewikkeld dat je dat er zowel Nederlandse wetgeving is als Europese wetgeving. En dan hebben natuurlijk internationale merken er ook onwijs veel last van dat de wetgeving in ieder land misschien weer anders is. Waardoor zij zelf ook, niet altijd even gemotiveerd zijn om direct actie te ondernemen, want ze weten niet zo goed wat ze moeten doen. Ja. Dus ik denk, het is super complex. En ik denk dat wetgeving daar wel aan kan bijdragen. Dankjewel. Joost? Ja, het is wetgeving voor degene die het voortbrengen in Europa, in Nederland. Dus ook de handelaren zijn verantwoordelijk om ermee aan de gang te gaan. Het is zeker nog te eenzijdig, vind ik ook. Met name retours nemen van de materialen. Er komt een verwijderingsbijdrage. Die middelen komen in een pot met dat geld te zitten, waarbij partijen proberen daar middelen uit te krijgen. Start-ups en allerlei goede initiatieven om daarmee aan de gang te kunnen gaan. We zitten als Midpoint Brabant in de DCTV, 4 fashion hubs, waaronder Arnhem, Wageningen, Enschede en Amsterdam, zitten in diezelfde DCTV. En wij kijken kritisch naar wat de branchevereniging doet, Modint, en hoe het systeem eruit ziet. En wij vinden dat er te weinig geld in komt, te weinig per verkocht product. Dus wij zeggen dat zou meer moeten zijn en wij blijven hameren op ga ook op die andere thema's zitten. Er is nog wat te winnen. Maar het helpt bij het verduurzamen. Maar we zijn er niet. Ja, en ik hoor een bekend thema. Er moeten die financiële middelen die dus opgehaald kunnen worden met zo'n wetgeving, dat is eigenlijk nog lang niet genoeg om die innovatie allemaal te ondersteunen. Nee, maar dat is zeker waar. Ja. Maar het is een begin. We moeten denk ik kritisch blijven zijn. Er komen allerlei goede nieuwe initiatieven die laten zien wat er allemaal mogelijk is. Ja. Er staan mensen op de deur te kloppen weer met andere initiatieven. Ja. Ik hoorde net al design, monomaterialen. Ik denk dat het daar inderdaad heen zou moeten gaan. Daar kan het textielmuseum iets in betekenen. En mensen uitdagen en laten zien wat er allemaal mogelijk is. En als we er aandacht aan blijven schenken met elkaar. En ook wel mopperen. En ik zit er vooral ook in de energietransitie. Het is ook 8% van de CO2-uitstoot wereldwijd. Hè, de hele textielindustrie. Dus dat is enorm. En wat me even opviel wel, maar dat is meer een vraag. Ik zag die filmpjes van fast fashion en influencers. Ik zag alleen maar dames. Hè. Dat kan toeval zijn. Die 40 kledingstukken, is dat dan ook eerlijk verdeeld? Hè? Of, en je kunt natuurlijk ook. We geven de schuld aan. Nee. En influencers zijn op dit moment aan het proberen veel te verkopen. Zijn er ook al influencers die het tegendeel aan het beïnvloeden zijn? Ja, dat zou prachtig zijn. Ja, die zijn er gelukkig wel. Ja. Nicky, ik zag jou nog je vinger opsteken. Ja, ik vind het heel boeiend om te zien dat er zoveel wetgeving komt. Maar ik vraag mij af, heeft iemand van jullie zegt op hoeveel toezichthouders er aangesteld zijn in Nederland om te kijken of dat die wetgeving wel degelijk gerespecteerd wordt? Ik kan jullie vertellen, in België zijn er twee mensen bij de FOD-economie noemt dat. Er zijn twee mensen die moeten toezicht houden op alle
oneerlijke reclamepraktijken, onder andere de greenwashing. Dus ze zijn met z'n tweeën voor heel de sector. En ja, bij ons is ons dagelijkse job om te kijken hoe dat die merken doen. En dan vragen we, oké, dus wat doen jullie als jullie een claim op greenwashing tegenkomen? Dan zeggen ze, oh ja, dan krijgen die een boete van 75.000 euro. En ik zeg, ja, hoe vind je die merken? Goh, enkel als een ander bedrijf een melding maakt dat een ander bedrijf aan het greenwashen is. Ja, en ja. Dan vragen ze aan ons, ja, Niki, kan jij ons alsjeblieft alle claims doorgeven van alle bedrijven die jullie vinden die greenwashen? Ik zeg, ja, hoeveel krijgen jullie ervoor betaald? Wel 75.000 euro, wij krijgen niks. Ja, ja, dus, precies. Ja, hoeveel dus, zijn er al beboet? Een stuk of 9. Ja, ja, toch wel. 9. En toevallig twee internationale spelers. En de andere 7 hadden een closed-loop traject doorlopen door de eigen middenveldorganisaties in België. Ja, dus er wordt heel mondjesmaat dus gezegd van of gecontroleerd of die wet daadwerkelijk wordt gerespecteerd. En je zou misschien ook zelfs kunnen zeggen van, nou ja, die 75.000 euro, ik ben een grote retailer. Ik schrijf het gewoon weg onder budget risicomanagement. Ja. En we zien wel of we nat gaan. Ja. Patrick. Ja, er komt iets aan en dat lezen we niet op LinkedIn of in de iMedia. We zitten nu in Nederland met heel dat stikstof Natura 2000 verhaal, wat ons gewoon nekt. In 2025 liggen een aantal wetgevingen klaar in de Europese Unie die gewoon keihard worden doorgevoerd, ook voor de textielindustrie. En we zitten nu in 2023 en ik wil echt geen doomsday verhaal horen, maar er komt in 2025 komt er iets keihard op ons af in die industrie wat dan getackled moet worden. En ik heb het idee dat we in Nederland we zijn bezig en we zijn goed bezig, alleen die bewustwording dat het er echt aan zit te komen. Ik bezoek natuurlijk vanuit volle regelmatig vervezelaars, spinners, verwerkers, weet ik wat. En iedereen is nou wel enthousiast bezig met de eerste stap, de retourstromen. Maar er zit echt wel een bovenliggende Europese wetgeving aan te komen die straks echt hard gaat ingrijpen. Ja. En nou klinkt het allemaal nog leuk en dan zijn er nog potjes hier en daar. Maar het is straks gewoon, ja, ten sluiten. Hij bouwt, punt. Ja, als je dat in de textielbranche, waar de marges toch redelijk minimaal zijn. Bijvoorbeeld, wij werken met mensen van Amfi die zeggen, nou, ik ben begonnen, ik ben afgestudeerd. En eigenlijk gaat elk jaar slechter in onze branche. Ja, hoe lossen we dat op? Dus er hangt iets boven de markt, wat men nog niet helemaal laat doorcijpelen. Iedereen denkt aan nieuwe initiatieven, dat moet er ook komen. Maar de turbo moet er echt op, want in 2025 zit er een Europese commissaris en die zegt gewoon, bam, dit is het verhaal. Ja. Dan zitten wij als Nederland en Frankrijk, Spanje, Italië, zit iedereen toch heel erg in de paniekstand. Ja, dat is toch wel wat, hè? Zo'n ingrijpende wet die gaat gewoon zeggen van, als je hier niet aan voldoet, dan mag je niet meer meedoen. Verwacht ik. Ja, maar ja, dat is zo, ja. Ja, wij zitten nog aan tafel bij consortia die digital product passports en dergelijke, die moeten maken. Maar als je naar die webinars luistert, dan zijn die, ja, we zijn nu aan het kijken om een woordenschat vocabulaire samen te stellen om dan tegen in 6-7 jaar een product paspoort te hebben dat we dan mogelijk kunnen gaan beginnen testen in de markt. Nou ja. Levensgevaarlijk. Wat je ziet, hè, er is heel weinig wetgeving op het gebied van circulariteit. De energietransitie, daar is echt wel wetgeving. Maatregelen met terugverdientijd van 5 jaar, die moet je nemen. Voor circulariteit is er niks. We hebben een ambitie in 30-50% circulair. Wat dat is, weet bijna niemand. En als een stad roept, wij gaan dat halen of doen het beter. Nou, waarmee vergelijk je het? Dat weet niemand. Wat er in 2025 aankomt, sowieso vanuit Europa, dat is de CSRD, dat is een rapportageverplichting voor de grote MKB-bedrijven die jaarlijks naast het financieel jaarverslag een maatschappelijk jaarverslag moeten opstellen, wat de accountants moeten accorderen en financiers beoordelen voordat je überhaupt een financiering krijgt. En daar zitten ook ketenafspraken in en daarmee komen ook de wat kleinere bedrijven aan de beurt. En ik merk wel dat er onrust is bij ondernemers van wat betekent dit voor ons. Ja. En daar zijn we nu bezig met de Universiteit Tilburg om te kijken hoe kun je daar het MKB mee helpen. Want als je de normen ziet, nou, je bent een specialist als je snapt wat er staat. Maar daar zit iets aan te komen. En dat is dan een soort van wetgeving, daar moet je aan gaan voldoen. Maar op het gebied van circulariteit, er staat nergens, u moet zoveel procent circulair zijn en anders krijg je een boete of anderszins. Er is niets. Ja. Ja, ik vernam gisteren dat ze zelf
chemicals en PFAS uit het dossier weggelaten hebben. Ja. 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 We hebben PFAS nodig, zeggen ze dan. Ja. Ja. Maar circulair, maar wel gerecyclede materialen moet je wel in je product hebben zitten. Ja, in de UPV komt dat er nu. Ja, ja, maar ook ja. Europees. Ja, nee, heel ja, goed. Dus ja. Er zit gewoon recycled materiaal in. Ja. En als je zegt van, en wat gerecycled materiaal is, dan weten wij wel wat dat is. Maar daar zijn ook nog heel veel discussies over. Ja. Maar per 2025 moet je hoeveel procent moet recycled in je materiaal? 25, 80. Oh, dat is toch behoorlijk, hè? Ja. Ja. Dus zeker. Die komt er gewoon aan. Ja, en daar word je op afgerekend. Los van wat jij noemt. Dus, ja. Klinkt niet goed. Wat betekent dit voor de consument als we... Ik ben voorstander van recycled materiaal en vooral de duidelijkheid. Maar wat betekent het voor de consument als daar geen wetgeving rond is over de chemicaliën die erin zitten? Want uiteindelijk, als je al die afvalstromen gaat gaan recyclen en je weet niet wat er juist in zit, dan weet je niet altijd welke chemicaliën die in het eindproduct zitten, wat dat dan weer heel andere problemen met zich kan meebrengen voor volksgezondheid. Nou ja, mag ik hierop inhaken? Maar, twee weken geleden waren we bij Spinnerij en... We hebben een badge van workwear kleding, die wordt vermalen, wordt gaan spinnen en op zich bijna altijd gaat het goed. Maar ik krijg een telefoontje van die spinner, zegt ja Patrick, ik krijg weer een filmpje, dus ik moet even kijken. En als je gaat spinnen, dat wordt heel dik en daarna wordt dat heel dun, dat lontraad, dat is heel fijne mechanica. In de rotors, en er staan dan 500 rotors van ieder geval van spinkoppen, zat allemaal ja, iets grijs, grijze materie, een soort gedroogde eilatex verf. Dus ik zeg tegen mijn verveselaar, ik zeg, wat heeft hij hier ingezeten? Ja, dat hebben wij laten analyseren door een lab. En dat bleek dus, zeg maar, wasmiddelresten te zijn. Wasverzachters, wasmiddelresten, dat soort dingen. Die dus met spinnen in de rotorkop blijven hangen als afval. Ja, hey, dat denk je natuurlijk niet bij na. Ja. Dus er zijn best veel problemen nog. Maar nou ja, het moet straks wel weer terug in het product. Dus ik was echt zo van, oké. Ja, en iedereen was natuurlijk, als het goed is, toch wel af en toe zijn kleding. Ja, dus er zit gewoon een hoop onwetendheid in de markt. Maar dan zit je al met een afvalstroom die eigenlijk consistent is in de workwear. Maar als we gaan post-consumer, dus nadat we het als consument gedragen hebben, staren we nog steeds in het donker. Nou ja, wij maken zelf wel stappen. Alleen ik maak elke stap mee en... Ik was hier laatst, we hebben het bij andere kleuren niet gehad, maar het was toevallig zwart en het zat er gewoon in. Ja, ik was echt een beetje in paniek van, oké. Ik bel mijn sorteerder op. Ik zeg, heb jij er iets vies tussen gegooid? Of wou jij die 1 kilo's extra aanleveren? Ja, dat bleek dus niet het geval te zijn. Dat blijkt dus gewoon gedroogde wasmiddelen die we dus gebruiken. Dus moet je eens nagaan wat je dus elke maand aantrekt, elke dag aantrekt, wat er op je huid zit. Ja, ook dat. Om de stoffen fijn te laten maken. Ja, heel bizar. Bijvoorbeeld dat soort zaken, waarom werkt wetgeving daar niet op? Ja, dus dat zijn gewoon de lobbygroepen van de internationale ketens. Alleen van de multinationals die er gewoon... Ik wil heel even weer terugbrengen naar de stellingen die we hebben voorbereid. Maar het is natuurlijk wel een mooi voorbeeld van hoe een stukje onwetendheid elders in die keten ineens een probleem kan veroorzaken. En ja, lobbygroepen, daar zullen we zo misschien nog wat meer over kunnen praten. Maar dat is natuurlijk ook voorstelbaar. Als er zo'n grote volumes worden gedraaid en er moet zoveel veranderen, ja, dan ga je natuurlijk ook niet zomaar mee akkoord. De tweede stelling, daar hebben we eigenlijk al een beetje over gehad. Hè, van de Nederlandse overheid zou meer moeten kijken naar de Europese richtlijnen op het gebied van het verduurzamen van textiel. Net had het al over, die ketens zijn internationaal. Dus wil je dat aanpakken, dan moet je over de landsgrenzen gaan kijken. Maar misschien de verhouding Nederlandse overheid en de Europese Commissie qua progressiviteit. Denken jullie dat het een goed iets is dat de Nederlandse overheid met een eigen strategie komt om die textielsector te verduurzamen? Ja, ik geloof zelf heel erg dat het juist heel goed is dat bepaalde Europese landen alvast vooruitlopen op de Europese wetgeving, omdat het vaak heel lang, de Europese wetgeving doorvoeren duurt vaak heel, heel lang. En nou ja, voordat iedereen eindelijk het erover eens is wat er in die wet moet, dan ben je echt een aantal jaar verder. Terwijl als land zijnde kan je misschien net iets sneller schakelen over wat wel en wat niet werkt. En je hebt bijvoorbeeld ook Europese landen die daardoor een heel goed voorbeeld kunnen zijn voor ook weer andere Europese landen, of voor misschien wel Europese wetgeving over hoe iets zou moeten. Zo heeft volgens mij bijvoorbeeld Denemarken heeft statiegeld of geen statiegeld, hoe noem je dat? Borg?
Nee, als je iets garantietermijn op kleding. Okay. Waardoor dus kleding van een bepaalde waarde of een bepaalde kwaliteit moet zijn voordat het überhaupt verkocht wordt. Anders heeft een producent er zelf last van. Nou ja, als wij als Nederland dus ook zo'n voorbeeld kunnen zijn doordat we voorop lopen op Europese wetgeving, ja, is dat fantastisch. Kan het juist ook versnellen dus op Europees niveau. Ja. Ja. Ja, je weet ook vaak pas wat de implicaties zijn van wetgeving op het moment dat het toegepast is. Plus, ieder land heeft een hele andere context. En Nicky zei net al, in Frankrijk lopen ze wat vooruit. Hè. Dus daar hebben we al een UPV. Wij hebben toevallig ook een project mogen doen in Frankrijk. Maar dan zie je, ze hebben daar qua wetgeving lopen ze heel erg vooruit. Maar het ging ook al eventjes over de infrastructuur. Ik weet, hier in Nederland zijn er heel veel fantastische inzamelaars, sorteerders. En dat loopt in Frankrijk eigenlijk weer heel erg achter. Dus je moet al die verschillende wetgevingen, en daarom zou ik willen dat er heel veel landen inderdaad een stapje verder durven te nemen. Omdat je dan ook weer kan leren van hoe bepaalde wet en regelgeving uitpakt, zodat andere landen met een vergelijkbare context daarvan kunnen leren, maar ook op Europees niveau. Want als niemand nooit die eerste stappen zet, dan weet je ook niet wat er te leren valt. En als je kijkt naar de verschillen tussen verschillende landen, waar jullie misschien actief zijn, of Nicky, waar jullie actief zijn, zijn er dan landen waar je zorgen om maakt in deze transitie, zeg maar? We horen net dat er dus echt grote veranderingen aan zitten te komen. Zijn er landen waar jullie actief zijn waarvan je denkt, ik word spannend? Allemaal. Ja, ik heb wel heel positieve voorbeelden. We hebben een klant in Scandinavië en die heeft snijafval over. En snijafval is dus dingen worden uitgesneden, wat overblijft. En dat wordt in de markt geclaimd als recycled, maar dat is eigenlijk ook gewoon afval. In Nederland maken wij daar nieuwgarische t-shirts, toestanden van, en dan doen wij heel fijn recycled. Oké, daar heb ik vaak tegen zo, dat hoor je wel. Dus ik had een klant in Zweden, die heeft heel veel snijafval over en die hebben een fabriek in Litouwen. En die zei, je mag de snijafval wel gebruiken, wij werken een deel in ons garen. Maar wil je alsjeblieft niet noemen dat het van ons afkomstig is? En wil je daar ook geen marketing aan besteden? Ik zeg, jij hoezo dan? Ja, wij voelen ons helemaal niet fijn met het idee dat wij afval creëren. Ja. Dat is Scandinavië. Dan zak je naar Nederland, daar heb je, nou, daar denken we, oh, dat is recycled, pak me mee. En in Spanje, Portugal, Italië wordt er sowieso, denk ik, nou, dit is 2025. Dus je hebt heel veel verschillende, beter, slechtere, die heb je bij Duitsland zit het weer anders in elkaar. Dus ja, het is heel apart. Maar in Scandinavië zijn ze wel, vind ik, ben je andere ervaringen? Ja, toen ik dat hoorde, dacht ik van, daar had ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Ja. Mag ik dan één dingetje vragen, Patrick? Want dat is dan misschien de Hollander. Dus als ik een klein productje maak uit een grote lap stof, heb ik veel snijafval. Ja. En kan ik dan verkopen als gerecycled product? Het snijafval... De persoon die ermee aan de slag gaat... Ja, maar dat kan ik ook zelf wel zijn. Ja. Hè? Maar dan kan ik zeggen, ik moest kijken. Want heeft misschien veel meer waarde in één keer. Terwijl ik het zelf bewust genereer. Dit is wel leuk, hè? Dit voorbeeld van recycled PET. Ja. Er is een voorbeeld geweest waarbij dus een fabriek ergens in de wereld, ver weg, recycled PET maakte van flesjes die ze net nieuw hadden gemaakt. Ja, precies. Maar die grondstof was dus weer... meer water wordt gewoon ook meteen weer in de recycle stroom te kegelen. Dat is de handelsgeest, sorry. Nee, dat heeft niks te maken met handel. Maar wij zitten aan tafel wel eens met wetgevende, adviserende instanties. Ja, en dan komt al wel van, maar dat snijafval is ook gewoon afval. Ja. En het is niet gebruikt, dus daar moet eigenlijk wel een beperking op. Ja, in de wetgeving zou je willen zien maximaal 5% snijafval of iets dergelijks. Ja, gewoon terug naar quota's. Ja. Virgin. En snijafval is ook virgin. Ja, en dan krijg je een soort Amerikaans model. Ja, dat is wel anti-globalisering. Dat is wel moeilijk, zo zeggen. Ik wil toch wegens de tijd en het lekkere weer buiten door naar de volgende stelling. De rol van het onderwijs is cruciaal in de duurzaamheidstransitie. Timmy, deze heb ik speciaal voor jou erin gedaan. Vertel. Nou, ik hoor heel veel technische belemmeringen. Maar hetgene wat Patrick nu ook aankaart, heeft volgens mij ook heel veel met cultuur te maken. Sowieso staan de Scandinavische landen volgens mij best wel onbekend dat ze daar gewoon wat verder in zijn, duurzame mindset. En ik denk dat de hele transitie gaat maar deels vanuit technische oplossingen komen. Het gaat er ook om dat wij met z'n allen als mensen gewoon dit dragen. En dat wij
de lichtende voorbeelden willen zijn van wat er allemaal kan. Want er wordt overal geïnnoveerd. Er gaan straks centjes naar innovatieve concepten. Maar dat moeten wij wel met z'n allen gaan omarmen. En ik denk dat daar inderdaad een cruciale rol is weggelegd voor educatie. Dus dat tussen de oren komt. Wat nou echt duurzaam is. Dus enerzijds wat de impact nu is op van de kledingindustrie, maar van eigenlijk al onze consumentengoederen. Ik wil nog even het voorbeeld van Nicky van eerder pakken. Er werd aangehaald dat er in België een rekenpel is. Hè, een producentensysteem voor het terugnemen van elektronica. Nou, er komt hier een UPV aan. In Frankrijk is die er al. Als we naar Nederland kijken, die UPV voor elektronica, die is er al jaren. En nog steeds wordt 50% van ons post-consumer textiel komt niet terug in die kringloop. Dus die prikkels die zijn niet sterk genoeg. Maar ook ons gedrag, 50% van wat wij gebruiken, komt niet op een hergebruik manier, niet op een recycle manier terug. Daar zit een enorme slag te maken. Een cultureel probleem zou je dus bijna willen zeggen. Ja, en nou, iemand wees mij erop en ik had er niet aan gedacht. Met textiel, als ik iets heb wat ik niet meer draag, dan denk ik van dat is redelijk goed, kringloop of in de kledingbak. Maar als het kapot is, dan denk ik, ja, dat draagt niemand meer. En dan flikker ik het in de grijze container. Ja. En ik blijf... Oeh. Ja. Nee, maar hoe? Omdat je denkt, ja, daar kan niemand iets mee. Totdat ik met een vervezelaar daarover sprak. En die zegt, nou Joost, die triggerde mij daarover. 90% verdwijnt van het goede textiel. Niet om nog te dragen, maar om te recyclen, te vervezelen. Ja. Verdwijnt in de grijze container. Nou, het inzamelsysteem voor tv's en koelkasten hebben wij ooit in 1997 in Nederland opgezet en de Belgen geholpen. Lang geleden. Nu komt dat voor de UPV eraan. Je ziet op tv wel, lever je batterij in en waar. En dan in de supermarkt zie je bakken, voor Stibat. En ook voor je tv's en koelkasten is dat geregeld. Maar van textiel heb ik nog nooit iets gezien van als er een scheur in zit, gooi het ook in een bak, want dan kunnen we er wat mee. Dus communicatie... Ja. En educatie. Ja, en daar zijn ook duidelijke redenen voor. Hè? Kijk, de gemeenten die zeggen nu, we moeten ook het kapotte textiel inzamelen, want dat kunnen we recyclen. Maar de hele industrie, de partijen die het inzamelen, ja. Voor hun is dit hetgene wat geen waarde heeft. Hetgene wat zij terug op de markt kunnen zetten. Dus wat in de Nederlandse kringloopwinkels of wat in Oost-Europa nog vermarkt kan worden, dat levert de centjes op. En niet die kapotte... Maar dat is dus een belemmering waar we met elkaar hard aan moeten werken. Ja, en dat zou in een UPV moeten komen, zeker. Dat we daar aan werken. Ik hoor UPV. En ik heb een nieuwe stelling over de UPV. Uitgebreider. Ja. De UPV-wet is een goede manier om dus die industrie te verduurzamen. Eens of oneens? Ik mag even iets vragen. Wat is UPV? Ik heb het over UPV, maar wij als, tenminste ik als ik voor mezelf spreek, ben niet van de afkortingen. Waar staat het voor? Ja, ik heb het in het begin even gezegd, maar misschien... de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel. U bent als producent verantwoordelijk dat wat u op de markt brengt ook weer terug te nemen en hoogwaardig her te gebruiken. Ja. Dat is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. In 1997 hebben ze dat in het leven geroepen voor de tv's en koelkasten. Ik heb toen gedacht, dat gaat door. Voor glas, ramen is dat ook gekomen en daarna stil geworden. En nu komt het weer uit de koelkast. Ja, dan pakken ze het weer op. Dit is hoe die er nu natuurlijk uitziet. Hè? Want je kunt heel veel dingen onder een UPV... Het is, wat maak je de verantwoordelijkheid van de producent? Dat de producent een verantwoordelijkheid heeft, dat lijkt me heel evident. En voor mij betreft zou je daar heel veel onder moeten hangen. Ja. Maar nu is dat dus eigenlijk alleen de inzamel... Het is altijd de strijd tussen de producenten en de overheid, de maatschappij. Zij willen liefst zo min mogelijk eigenlijk. Ja. Wat ten koste zou kunnen gaan van rendement. Was het toen gebeurd met die plastic zakjes waar we 50 cent extra voor zijn gaan betalen? Wat is daarmee gebeurd dan? Die boodschappentassen en zo, ja. Volgens mij is dat gebruik echt enorm afgenomen. Ja. Ja. Ja, dat is eigenlijk een beetje waar we nu... Ja. Want het 50 cent per keer dat je boodschappen doet is veel, maar 50 cent op een kledingstuk is niet zo veel. Dat is te weinig, hè? Ja. Dat is te weinig. Wat zou een reëel bedrag zijn, denk je? Ja, volgens mij is het maar een paar cent, hè? Ja, het is sowieso veel te weinig. En dan, we hebben de cijfers opgezocht. Hè. Tegen 2025 moeten de mensen die textiel op de markt brengen 50% van dat gewicht terug kunnen zelf gaan inzamelen.
Maar die infrastructuur is er helemaal niet. Het is niet omdat je één containertje in een kledingwinkel zet. Je moet eens denken aan de volumes. Vrachtwagens die in die winkels binnenkomen. Al die mensen die met die... Allez, visualiseer het gewoon. Al die mensen die met de zakken buiten wandelen. En af en toe eentje komt iets in een container stoppen. Ja. En die, ja, waar ik ook bang voor ben, is dat juist de bestaande infrastructuur daarvoor gebruikt gaat worden. Hè. Er zijn al inzamelaars. Dus wat je zou kunnen krijgen, is dat producenten zeggen van... Hey, er zijn al een hoop clubs die inzamelen. We geven een centje daar aan. En dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks nieuws. Want er wordt al 50% ingezameld, in principe. Dus... Nou ja, als je kijkt dan naar dat verhaal van die 90% waar een scheur in zit, die we nog in de grijze container gooien. Hè, daar moeten we het denk ik uit zien te halen. Eens. Het is een kans voor die opwerkers om daar te vervezelen, et cetera. En dan voor Vodden en anderen om daar weer nieuwe producten van te maken. En niets is zo slecht voor het milieu als een onverkort milieuvriendelijk product. Dus we moeten ook die markt meekrijgen dat ze dat gaan waarderen. Met clubs zoals jullie die laten zien bewuste keuzes. Maar er ligt een enorme uitdaging. Maar we hebben tot 2050 om 100% circulair te zijn. En het is een hele opgave waar we echt elkaar nodig hebben om dat echt te realiseren. Ik zie nog een vraag. Ja, ik vroeg me eigenlijk af, volgens mij heeft de HLM een tijd lang zo'n actie gehad dat je kleding kon inleveren. Dan kreeg je 50% korting om nieuwe kleding te kopen. Maar dan stimuleer je nog steeds het kopen. Terwijl ik denk dat we gewoon in zijn algemeenheid gewoon moeten verminderen. En wat er ook gebeurd is, van waarom kan die kleding dan niet eerst naar de swap toe, voordat die daarna vervezeld wordt? Want het gaat nu, denk ik, op de kortste weg voor de producent, die gaat gewoon het gelijk, ik moet het maar even schedderen, of hoe dat dan heet. Terwijl ik denk dat er nog wel tussenfases zijn, want als je eenmaal gaat... Ja, we noemen dat vervezelen, dat kun je natuurlijk niet oneindig blijven doen. Dus als het eerst nog in een ander product gemaakt kan worden of gedragen of weet ik veel. En daarna, dus ik vind het jammer dat het zo... Ik weet niet precies wat er met die kleding is gebeurd die door die bij de H&M is ingeleverd. Maar ik verwacht dat het door een inzamelaar uiteindelijk is opgehaald. En dat het vanuit daar toch eerst nog uitgesorteerd wordt. Ja. En dan belandt een paar procent weer op de Nederlandse markt. In iets groter percentage gaat naar Oost-Europa. En het merendeel wordt dan uiteindelijk verscheept naar een andere continent. Ik moet gezien de tijd toch een beetje vaart maken. Want ik denk dat we dadelijk allemaal wel een drankje lusten. Zeker. En dankjewel voor de bijdrage in ieder geval. We gaan straks nog gewoon verder met het gesprek, maar dan zonder microfoon. Komt goed. De volgende stelling... Er zijn als consument voldoende middelen beschikbaar om duurzame keuzes te maken. Dus is het voor mij als consument makkelijk om nu duurzaam te zijn? En is het dus echt alleen een stukje educatie, cultureel, wat misschien daar... Ik wil wel, eigenlijk kan ik gewoon mooi toch aanhaken op de stelling van deze mevrouw. Want ik denk inderdaad, er zijn heel veel stappen die je kunt nemen. Nou, we hebben daar een hele mooie R-ladder voor. En we moeten echt aan de consumenten op iedere trede van die R-ladder laten zien wat er kan. Dus dat begint inderdaad bij vertellen dat we toch hier in een westelijk Nederland minder zullen moeten kopen. Ja. Als je wil hergebruiken, hoe makkelijk dat kan via een swapshop of alle andere initiatieven die er zijn. Ja. Dat je vervolgens ook zelf dingen kunt repareren of dat je naar een repaircafé kan. En vervolgens pas, als je echt een shirt met een gat hebt waar niemand meer blij van wordt, dat je dan inlevert. Ja. En ik vind dat al die stappen moeten aandacht krijgen. En wat ik een beetje spannend vind met zo'n UPV, als je alleen maar richt op het inzamelen, dat een producent die zal nooit willen dat je een boodschap gaat verkondigen over koop eens minder met z'n allen. Ja, precies. Ja. Ja. Jochem, ligt er ook een rol weggelegd voor het Textielmuseum? Als je kijkt naar die het educatiebewustzijn, zie je daar kansen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wij met het Textiellab meer aan de producerende kant zitten van hoe je nieuwe materialen zou kunnen ontwikkelen. Maar ook het debat hierover vind ik erg interessant. Ja. Maar je merkt wel ook in dit forum, het is heel complex.
Ja, absoluut. En ik zit ook wel een beetje te zoeken. Ik kan me nog heel goed herinneren over een hele andere boeg. Maar roken hebben we toch ook voor een groot deel weten uit te bannen. Maar dat zijn ook van die kantelmomenten. Ik kan me herinneren dat Johan Cruijff dat pakje sigaretten hoog hield en het uiteindelijk een stuk trapte. Je hebt zo'n kantelmoment ook wel nodig, waarop ineens een hele grote groep denkt van nou is het toch ook wel klaar. Overigens was hij bijna dood, hè, en daarom deed hij dat. Nee, het is zo. Ja, nee, maar daarom was het ook, daarom klopte het ook in zijn verhaal. Van iedereen dacht, je wilt toch niet de beste voetballer van Nederland kwijtraken door zo'n stom pakje sigaret. Want dat was bij hem aan de hand. Ja, zeker. Ja. Maar het zijn van die, je zoekt wel een beetje naar zo'n momentum of zo. Ja. Van, want het is ook zo, als de consument omgaat, hè, van dit willen we gewoon niet meer. Dan kan het ook snel gaan. Dan kan het ook snel gaan. Dat heb ik met roken is in een 30 jaar tijd behoorlijk uitgebannen. Dat dus, in de ozonlaag heeft dat laten zien. Ja. Nee, en natuurlijk ook de vleesvervangers die ineens overal in iedere supermarkt beschikbaar zijn. Dat is denk ik een ander voorbeeld van in ieder geval één dag in de week geen vlees eten is voor heel veel mensen ineens super normaal geworden gelukkig. Ja. En af en toe vlees eten, maar meestal niet eigenlijk ook. En dan denk ik, oh ja, dit gaat er de komende jaren ook met textiel gebeuren. Dus ik ben heel hoopvol dat we al bijna aan het kantelpunt zijn, zeg maar. Ja, als ik even kijk naar textiel, dat is ook wat wij proberen te over te brengen. Hè? Van iedereen kan het op zijn eigen manier, op een duurzame manier aan de slag met kleding. Ik zag nog een vraag van het publiek. Roken heeft ook veel meer aandacht gekregen. Kijk, we hebben het dan over de bouw, die krijgt nu alle regels vanaf hoograf. Maar sorry dat ik het zeg, maar textiel heeft totaal geen aandacht. En daar kan echt, als je directie bent, daar kan je superveel mee bewerkstelligen met een campusontwikkeling. In combinatie met je textiel in gesprek gaan, geef daar extra aandacht voor. Maar dan... Ik denk dat we echt nog niet genoeg weten over dit hele onderwerp. Dus dan zou je eigenlijk ook pleiten voor die campagnes, ook vanuit de overheid misschien, publieke omroep. Ja, want het is heel makkelijk als de tekenen vanuit roken, omdat iedereen het hoort op de radio, je zet het nieuws uit om 8 uur, NOS, roken, wat gewoon, iedereen gaat praten erover, het verspreidt zich, net als corona, Ja, dan staan er op de pakjes wat het met je doet, hè. Dat is textiel, zou er ook een label op kunnen hangen. Drie keer slaap, dat weet. Maar dat kantelpunt komt, dat voel je, dat komt. Nee, maar het is wel, alles draagt bij. Hè. Dit draagt daar ook aan bij. Maar er komt natuurlijk een moment dat een grote keten zegt van, hey, de doelgroep is nu groot genoeg. Bij ons is alles alleen maar duurzaam, anders kun je bij ons niet krijgen. En dan komt er denk ik wel iets op gang. Dat zou waarschijnlijk op het moment dat het marketing technisch interessant is om die bubbel aan te spreken. Ja. Maar even daar toch even kort dan op. De gemeente Tilburg zitten we mee aan tafel. Dat is een van onze aandeelhouders. En die hebben weer budget wat over om te communiceren. En die hebben gevraagd, wat vind jij nou belangrijk om over te communiceren? Nou, dit textiel. Ja. Met de uitleg erbij wat ik net zei. Dat ik verrast werd van, hey, 90% verdwijnt gewoon nog in de prullenbak. Uh-huh. Dus we moeten iets aan gedrag gaan doen. We moeten kijken of dat dan ook wel werkt. Maar je hebt een punt. En ik vind ook bij de DCTV, de samenwerking van die hubs, die regio's om toezicht te houden op de UPV, communicatie, daar zou heel veel geld naartoe moeten gaan. Ja. We hebben hier ook iemand heel interessant in de zaal zitten, die net die communicatie voor haar gemeente aangepakt heeft. Magda is van Stad Hasselt. En jij neemt dat echt voor de gemeente op. En wat dat jullie doen voor de communicatie vind ik ook wel heel boeiend. Dus misschien kan je het even opentrekken. Ja, sensibiliseren is eigenlijk het belangrijkste. We hebben daar ook een project goedgekeurd gekregen om echt te werken rond sensibiliseren, zowel van de modeondernemers als van de burgers. Maar natuurlijk, economie botst met wat eigenlijk circulaire economie wil zijn. Dus, maar in België zijn er een viertal Living Labs goedgekeurd die specifiek gaan werken rond circulair textiel. En het onze in Hasselt gaat werken rond die R-ladder. Dus minder gaan gebruiken, meer gaan herstellen en daar echt op inzetten en concrete cases rond ontwikkelen. Living Labs. We zijn ook begonnen met de Koshkaart. Hè? Dus dat was een van onze eerste startpunten. Koshkaart kun je hier vooraan op vinden. Ook die van Hasselt. En wat eigenlijk opviel bij het ontwikkelen van die kaart, is dat er veel meer ondernemers bezig zijn met duurzaamheid, maar toch wel nog wel moeite hebben om daarop te communiceren. Ja. Niet durven vooruitkomen, omdat het ook vaak gelinkt wordt aan duurder. En
dat is gewoon, dat zat vroeger in het, nou, dat moest niet, maar dat is nou hot topic, het resale verhaal. Ja. Wij werken met heel veel solateren samen. Ja. En wat jij doet is op dit moment gewoon spot on. Ik ben waar 2 weken geleden met je hele grote retailer die geel en blauw heel veel textiel doet. En die komen gewoon naar je toe, want die willen gewoon een x-aantal vierkante meters inrichten, nu om te testen. Nou ja, dat is natuurlijk financial driven, dus die willen die vierkante meters met dus ingezameld textiel ook gewoon gaan exploiteren. Dus het momentum is wel komend. En wat jij doet, zit daar gewoon als eerste stap heel makkelijk bij. Wij zitten aan het eind van de R, dus als je, van die Zandersbak, die 200 miljoen kilo, die willen wij graag hebben. Ja. Maar jij zit terug, daar gebeurt het wel. Ja, ja, dus ook die heel de keten kan daarin natuurlijk van elkaar leren. Interessant om meer te horen van hoe dat inderdaad voor een gemeente ook gecommuniceerd kan worden. De resale is ook een businessmodel dat het enigste businessmodel dat aanslaat op dit moment. Ja. In België. Dat is één uitzonderlijk. Ja. Denk dat daar zien we wel grote verschillen met België en Nederland. In België gaan kledingbibliotheken de ene na de andere failliet. Ja. Hier zie je het En in Nederland heb je er 1 à 2 per gemeente. Ja. Dus daar zien we wel... Maar we zijn wel zo'n living lab aan het bouwen in deze regio. Ook met het Textielmuseum, ook met jullie. Bij het Dreugenpand, waar we al die partijen bij elkaar willen brengen om te laten zien wat er allemaal kan. Ja. Ik wil geen museum, hè? Ik wil een beetje richting... Ja, zeker. En daar komt het mooi bij elkaar. Ik wil een beetje richting een afronding gaan van deze middag. En de laatste stelling is daarom ook een beetje een uitnodiging. Tilburg zal als textielstad nog meer die verbinding op moeten zoeken met elkaar. Ik denk dat we daar allemaal wel over eens zijn dat nodig is. Ik wil eigenlijk nog heel even kijken naar hoe zou zo'n UPV hier in Tilburg georganiseerd kunnen worden? Hoe kunnen we winkeliers helpen? Hoe kunnen we logistiek faciliteren? Hebben we daar nog wat ideeën over? Nou ja, binnen Midpoint Brabant is textiel een expliciet onderdeel waar we willen kijken hoe we die keten kunnen verbinden. En we zitten nu op het punt van massificatie. Hoe zorgen we dat we voldoende textiel terugkrijgen, waardoor bedrijven een businessmodel überhaupt kunnen bouwen? Want je kunt niet met af en toe eens een pluk oud textiel wat doen. Dus hoe krijgen we voldoende volume terug? Hoe kunnen we voldoende kwaliteit garanderen, waardoor ook bedrijven daar business cases op kunnen maken? Aan de onderkant, maar uiteraard begint het boven in de keten. Maar daar zijn we volop mee bezig en het onderwijs wordt erbij betrokken. Ik had het al over zo'n campus die we willen gaan bouwen, nieuw textiel, waar je dat allemaal probeert met elkaar vorm te geven. Ja. Heel, heel simpel, inspanningen van jou, Joris en Text, toen spreek je elkaar even. Ja. Jou weer tegen, tweede keer deze week staan ze bij een andere duurzame club. Ja, jou kom, alleen maar praten jullie. Ja, dus je spreekt elkaar een keer. Ik stond net naast Holkat, die helaas niet bij is, we doen ongeveer hetzelfde. Maar we spreken elkaar wel even. Dus dat soort simpeler, dat soort momenten als mens even bij elkaar. Los van overheid en semi-overheid, is heel belangrijk om af en toe een prikkeltje te geven. Ja. Dus complimenten aan de organisatie, dat helpt daarbij. Ja, mag ik nog een laatste toevoeging? Ja, altijd. Ik geloof zelf, want het ging nu heel erg over verbinding tussen ons als mensen die al met duurzaamheid bezig zijn. Maar ik geloof zelf dat het ook heel belangrijk is om te zorgen dat wij als ondernemers ook verbinden met consumenten. En ik pleit zelf, als er dan toch gevraagd wordt wat er meer nodig is, altijd heel erg voor gewoon echt aanwezigheid van ondernemers in de binnenstad. Want je ziet toch vaak dat we een beetje in achterafstraatjes zitten, omdat de binnenstad, het centrum, gewoon echt te duur is. En ik geloof dat daar de gemeente of gemeentelijke organisaties ook een hele belangrijke rol in zouden kunnen spelen om dat waar te maken. Of bijvoorbeeld vastgoedeigenaren, om gewoon echt zichtbaarheid te krijgen onder het publiek, wat normaal gesproken niet die zijstraatjes ingaat. We willen dat in Tilburg gaan proberen, zoals in Breda is dat ook. Ja. En wij vinden dat dat hier ook moet zijn. Een prominente plaats. Ja, superbelangrijk. Ja. Letterlijk en figuurlijk centraal zetten. En een textielrace in Tilburg lijkt me een goed idee. Een textielrace, dat is zeg maar het educatieproject waar wij... Ik wil er toch even heel graag op inhaken, ook voor wat mevrouw het Hasselt zegt. Wij bieden zeg maar onze scholenprojecten juist aan gemeenten aan. Wij zijn die sensibiliseringscampagne met impact. Hè. Dus als wij in een stad, en Tilburg was ooit in 2014 onze launching customer voor ons elektronica project. En nu voor textiel doen we het nog niet, terwijl we het wel in alle andere Brabantse gemeenten doen. In Roosendaal, Breda en Eindhoven. Hebben jullie ons gemeden?
Nee, juist niet. We hebben heel actief opgezocht. Met 10 scholen bereiken wij gemiddeld, hè, komen we 10 keer in de krant op tv, zamelen we 14 ton aan textiel in. En laten we kinderen samen met papa's en mama's 300 kledingstukken repareren. Dat is een mega invloed om mensen te sensibiliseren. En dat zouden inderdaad gemeenten zoveel mogelijk moeten omarmen. Ik geloof daar ook in. De kinderen als een souvenir naar huis toe van ja, zij zijn papa, mama, opa, oma, help eens mee. Ja. Dus dat werkt als een speer. Zeker. Nicky, laatste woord voor jou. Dan gaan ja, ik vind het heel boeiend wat dat Timmy zegt. Want ik herken ook wij als ondernemer. Enerzijds maken wij onze impact voor de steden en gemeenten, maar ik hoor jou vertellen de PR-value voor de gemeenten. Ja. En dat is ook iets waar dat wij moeten eigenlijk onze PR-value en onze marketing-value aan de gemeente gaan bewijzen om het budget voor het volgende jaar vast te krijgen. En het gaat meer over de PR-value dan over de impact soms. Ja. Dus die impact is daar misschien nog wel veel groter? Van de PR-value? Beide, ja. Ja. Ik zou zeggen, ik zou jullie bijna willen vragen om nog een laatste woordje te delen of een oproep te doen. Maar ik denk dat het veel beter is om het gesprek gewoon voor te gaan zetten na deze middag. Ik wil nog een aantal mensen bedanken. Allereerst deze locatie. Coke Studio Koekeloeren. Tamar, dankjewel. Ook een oproep aan de mensen hier. Het zou heel fijn zijn als we hier nog een drankje kunnen doen zometeen. Dan steunen we ook de lokale ondernemers daarmee een beetje. Kunnen we nog wat napraten. Ja, Joris, je hebt net al een applaus gehad. Maar nogmaals dank voor het organiseren ook van de tekst toe dit jaar. Mijn fantastische panel en mijn gasten. Geef die alvast een heel hartelijk applaus. Ja, en jullie zelf natuurlijk voor de opkomst vandaag. Je had ook lekker buiten op het terras kunnen zitten. Dus het zegt... Ja, dank jullie wel. Ja, en dan ga ik onze host Heike Hoevenaars even bedanken van de TechStar. En ja, het is super weer. We hadden echt wel een beetje meer opkomst verwacht, maar dat komt echt door het goede weer. En daar springen we nu een beetje op in. Ik heb de hangtafels buiten hier in de gang, net om het hoekje gezet. We vinden het inderdaad wel leuk. Heike al zei, kunt hier bestellen bij Koekeloer een drankje. En dan gaan we daar echt nog over de leuke dingen doorpraten. Volgens mij iets wat wij met Textiel Futura heel erg aan het stimuleren zijn, waar ik eigenlijk alleen maar bevestiging heb gehoord. We moeten met u als consument het graag laten zien en het bedrijfsleven. En die verbinding die maken wij. En daar gaan we vooral heel hard mee door. Dankjewel voor uw komst.